Welkom bij de 170ste editie van ons Politiek Café Zout. En wat fijn dat u ondanks het prachtige weer toch weer massaal naar Zout bent gekomen. En terecht trouwens, voor degenen die er zijn, want we hebben een heel interessant programma voor u. Ik noem gesprekken over de gemeente Landert en haar toekomst. Over de wetgeving rondom voltooid leven. En over Suriname en de stand van het land. Uiteraard hebben we onze vaste columnisten. Muziek, een kleine quiz voor u in petto. Het zoutvat zit bomvol, dus laten we snel beginnen. De wetgeving op voltooid leven staat volop in de belangstelling. Pia Dijkstra heeft jaren aan een ontwerp van wet op voltooid leven gewerkt. Die wetgeving is niet onomstreden. Er is grote maatschappelijke en politieke verdeeldheid. Vanmiddag de opsteller van de wet, Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66 en twee criticasters daarop. Professor Dorien Pessers als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. En dokter Alfred Sachs, huisarts en verbonden aan het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen. Dames en heren, welkom. Ja, als je niet oppast, dan is het hier heel snel voltooid leven, ja, Pia. Ja, precies. Ja. Heerlijk afgelopen. Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig. Ja. Nogmaals, dames en heren, welkom in Os. Fijn jullie dat er zijn. Ik stel voor het debat als volgt te gaan voeren. Pia die krijgt de ruimte om het wetvoorstel toe te lichten. Dan gaan we naar Dorien. Dan geven we jou de gelegenheid om de maatschappelijke en juridische kritiek te uiten. Vervolgens gaan we naar Alfred om zijn kritiek op de procedure van het wetvoorstel toe te gaan lichten. Daarna gaan we nog even in debat en dat allemaal een half uurtje. Dan gaan we makkelijk voor elkaar krijgen, toch? We zullen het zien. Pia, als je het goed vindt, dan noemen we het ontwerp wetvoorstel voorstel voltooid leven. Ja. Akkoord? Ja, is goed. Wanneer is er sprake van voltooid leven? Nou, eigenlijk is dat iets wat je niet over een ander kan beslissen. Dat is eigenlijk iets wat mensen zelf kunnen bepalen wanneer er sprake van is. Maar over het algemeen wordt beschouwd, hè, als we het over die term hebben, dan wordt het beschouwd dat mensen zeggen, ik heb mijn hele leven achter me, ik weet wat het leven brengt, ik heb geen of weinig perspectief meer en ik wil niet wachten op het moment dat, dat mijn gezondheid zodanig is verslechterd, dat ik op medische grondslag moet gaan vragen om euthanasie of wat dan ook. Dus eigenlijk is het moment waarop mensen zeggen, het is mooi geweest, het is goed geweest. En hier, tot hier en niet verder. Waar ik overigens bij wil zeggen dat nooit heel eenduidig is. Dus dat is wel heel belangrijk dat je daar eens met mensen over spreekt ook. Wat daar allemaal achter zit, wat dat betekent. Als ik het mag samenvatten, mensen, ja, ik heb het hier zo mooi staan namelijk. En die viel me heel erg op. Mensen die lijden aan het leven. Ja, zo wordt het ook genoemd. Maar soms moet je moet soms ook heel goed opletten. Of sowieso. Er zijn ook mensen die zeggen, niet zozeer, ik wil niet meer leven, maar ik wil niet meer dit leven. En de vraag moet je dus natuurlijk altijd stellen, is het nog mogelijk om het leven wat je wel wilt, om te bewerkstelligen dat wel nog mogelijk is met allerlei hulp. Of misschien, ja, er is onderzoek naar gedaan door Els van Wijngaarden. Die is daarop gepromoveerd van de Universiteit voor Humanistiek. En zij heeft een heel mooi boek geschreven daarover. Waarin ze ook met mensen heeft gesproken die door de NVVE, dat is de Vereniging van Mensen voor Euthanasie. Dat zijn allemaal mensen geweest die dat voltooid levenbeeld van zichzelf hadden. En het was heel interessant om te zien dat juist door die gesprekken, en die ook lang duurden, dat mensen ook lieten zien hoe dubbel en ambivalent die gedachten wel vaak zijn. Dus je moet wel heel goed het gesprek aangaan daarover. Dankjewel. De essentie van het wetsvoorstel. Ja, de essentie van het wetsvoorstel is dat als mensen deze wens hebben, en die wens is duurzaam en die komt bij mensen die volledig, er is een term voor, ik ben nu even kwijt, maar in elk geval vrijwillig en mensen zijn wilsbekwaam, daar zocht ik even naar, mensen zijn wilsbekwaam, dan kunnen zij daar hulp bij krijgen.
Dat zijn mensen die gesprek gaan hebben als zij deze wens hebben. En ze komen niet in aanmerking voor euthanasie. Er is geen sprake van medische oorzaken, geen medische klachten. Dan kunnen mensen een beroep doen op een levenseindebegeleider. Die gaat gesprekken aan met mensen. En dat is niet een gesprek van een uurtje, dat zal een langdurig gesprek zijn. Die levenseindebegeleider wordt speciaal opgeleid voor deze taak. En dat zullen ook mensen zijn die BIG geregistreerd zijn. Dus mensen die een beroep in de gezondheidszorg hebben of hebben gehad. Maar in elk geval die BIG-registratie hebben. Dat kan een klinisch psycholoog zijn, kan ook een emeritus arts zijn. Er zijn al verschillende die zich bij mij gemeld hebben. Nou, er is nog helemaal niet eens een wetsvoorstel ingediend, maar goed. Die levenseindebegeleider gaat het gesprek aan. Dan is er minimaal 2 maanden later weer een gesprek. In dat gesprek worden al deze zaken aan de orde gesteld, waar ik het net over had. Zijn er zaken waar we hierbij kunnen helpen, die misschien zouden helpen om die wens, die stervenswens, weg te nemen? Dus zo'n levenseindebegeleider moet ook een groot netwerk hebben waar die zorgverlening aan kan voldoen. Na 2 maanden opnieuw een gesprek of de wens nog steeds aanwezig is. Want mensen zullen over het algemeen geen verzoek doen als ze de eerste opwelling hebben. Maar dat wil je toch goed weten. Als dan blijkt dat mensen bij hun wens blijven, ook na een tweede uitvoerig en uitputtend gesprek, dan komt er een derde persoon bij, of een tweede persoon bij, die ook levenseindebegeleider is en die ook nog een keer toetst. Beetje à la de euthanasiewet, waar een tweede arts bij wordt geroepen als er sprake is van euthanasie. Scanarts heet dat. En als dan die wens consistent is, duurzaam, mensen zeggen ondanks alles wat jullie aanbieden, wil het echt niet meer. Dan kan de levenseindebegeleider via de apotheek medicatie bestellen, waardoor mensen kunnen sterven. Dat is het wetsvoorstel, even los van hoe dat allemaal in een vat gegoten moet worden juridisch. En ook in het voorstel is gedaan. Dus dat is, ik kijk steeds maar naar jou, want ik zie u niet in de zaal. Normaal kijk je ook een beetje naar mensen. Ze zitten er wel, hoor. Ja. 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 Duidelijk, dankjewel. Nou hoor ik in je verhaal ook al een aantal keren natuurlijk de euthanasiewet. Ik geloof dat er in opdracht van de regering, heeft de commissie Snabel heeft een advies uitgebracht. En die kwamen eigenlijk ook al een beetje volgens mij tot die slotsom van dat die prima binnen de huidige euthanasiewet zou passen. Nou, dat er niet een aparte wet voor nodig zou zijn. Ja. Maar waarom dan toch? Nou, omdat evenals het kabinet D66 van mening is dat wat de commissie Snabel zegt, namelijk dat het maar om een paar mensen gaat die dit wellicht betreft. Namelijk mensen die geen last hebben van ouderdomsklachten. Wij een heel andere. En dat mensen die euthanasie willen, omdat ze vinden dat hun leven klaar is, dat die heel vaak geen gehoor krijgen. En ook als je kijkt naar de criteria voor de euthanasiewet, dan moet je vaststellen dat er een medische grondslag moet zijn. En als die er niet is, als er niet op de een of andere manier door de arts kan worden vastgesteld dat er sprake is van uitzichtloos niet meer te behandelen lijden. Ja, dan ondraaglijk lijden. En ondraaglijk, maar ik vind altijd ondraaglijk is natuurlijk vrij subjectief. Maar dat moet voor de artsen invoelbaar zijn. Als het voor de arts niet invoelbaar is, dan zal de arts niet meewerken. Dat gebeurt dus ook heel veel. En dat vind ik ook goed, want die euthanasiewet die is zo gemaakt dat er een beroep kan gedaan worden op artsen. Maar artsen hoeven dat niet te doen. Het is geen recht, de euthanasiewet. In de wet voltooid leven komt er een groep mensen, die levenseindebegeleiders, die in principe bereid zijn om wel hiernaar te luisteren en het gesprek hierover te voeren. In de euthanasiewet kan de arts zeggen, nou, om principiële reden, om welke reden dan ook, ga ik hier niet op in. Ik wil niet met u over dit onderwerp spreken soms. Dat zijn de hele principiële artsen. Er zijn ook artsen die zeggen, nou, ik vind dit veel te moeilijk. Ik vind dat er echt sprake moet zijn van een terminale ziekte.
Ja, dat is even denk ik heel goed om inderdaad het onderscheid te maken tussen de bestaande euthanasiewet en de regelgeving daarom en de voorwaarden die daaraan worden gesteld en inderdaad dit wetvoorstel. Nou, dus het wetvoorstel is gebaseerd op zelfbeschikking. Hè? Nou, dat is op zich wettelijk toegestaan. Het probleem is dat er voor die uitvoering dus een beroep wordt gedaan op derden. Dus in hoeverre kun je dan nog spreken over zelfbeschikking? Nou, wat je hier, het is nog steeds, hier is de uitgang zelfbeschikking. Hè? In de euthanasiewet is dat niet aan de orde. In de wet voltooid leven is zelfbeschikking het uitgangspunt. En zelfbeschikking, autonomie, ik heb dat ook heel uitvoerig beschreven in de motie of in de memorie van toelichting. Daar komen natuurlijk altijd andere mensen bij kijken. Je hele leven bestaat uit relaties met anderen. Dus ook in dit geval er is een behoorlijke groep mensen die autonomie heel erg hoog heeft en tegen mij zegt, ja, ik ga dat niet ook nog eens aan een levenseindebegeleider uitleggen en eens kijken wat die ervan vindt en die me op andere gedachten wil brengen. Ik wil gewoon een euthanaticum, ik wil gewoon een drankje of wat dan ook, waardoor ik doodga en ik vind dat ik daar recht op heb. Nou, als je zoiets vraagt van de overheid, namelijk dat je zorgvuldig en veilig zo'n middel ter beschikking stelt, dan zul je daar ook iets tegenover moeten stellen. Maar zelfbeschikking is het omdat uiteindelijk het gaat om de wens van degene die bij de levenseindebegeleider aanklopt met deze wens. Ja, dat is zeg maar het principe van die zelfbeschikking. Ja. Die persoon vraagt het aan. Ja. Helemaal duidelijk. De Vereniging van Huisartsen, KNMG, heeft zich... Dat is geen vereniging van huisartsen. De KNMG heeft zich tegen de aanpassing van de wetgeving gekeerd. Heeft u dat verbaasd? Nee, dat wist ik al, want ik heb van tevoren ook met ze over deze wet gesproken. Maar ik heb dat ook gedaan uit beleefdheid, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat de beroepsgroep die met de euthanasiewet te maken heeft ook weet wat ik met die wet voltooid leven voor ogen heb. Ik heb ook met de verpleegkundigen gesproken, met de Vereniging van Psychologen, met de psychiaters. Eigenlijk met elke beroepsgroep die op de een of andere manier hiermee te maken heeft, oudere specialisten. Van de KNMG was duidelijk dat die zich direct achter het rapport van de commissie van Wijzen aansloot. Waarvan ik steeds gezegd heb, ik vind het zo jammer, want dat had ik van die commissie verwacht, dat die veel beter in kaart gebracht zouden hebben hoe groot die wens in de samenleving is. Want uiteindelijk is het begonnen met het burgerinitiatief uit vrije wil. Dat is in 2012 in de Tweede Kamer behandeld. En daar was een hele grote groep mensen, waaronder ook mensen met verschillende politieke achtergronden. Hedy Dancona was erbij, maar ook Frits Bolkestein en van D66 Jan Terlouw. Dat zijn allemaal mensen geweest die aan de wieg van dat burgerinitiatief hebben gestaan. En die hebben gevraagd, politiek, regel dat nou dat we waardig kunnen sterven als we oud zijn. En dat we niet onze toevlucht hoeven te nemen tot ofwel versterven, stoppen met eten en drinken. Interessant is dat daar de dokter wel komt helpen. Ja, dat was een voorbeeld wat Frits Bolkestein een tijdje geleden ook heeft gegeven. Ja. Ja. En dan, nou ja, als je, maar als je vraagt op een andere manier om een middel om niet je toevlucht te hoeven zoeken tot hele nare methodes. Of het bestellen van pillen in China waarvan je niet weet of ze werken. De artsen zeggen eigenlijk dit is ons domein. Ik ben benieuwd om daar zo meteen ook even over van gedachten te wisselen. Dit is ons domein. En ook al zeggen jullie het is niet medisch, het is altijd medisch als het gaat over sterven. En daar blijf je van af. Dat is een beetje gechargeerd, is dat de reactie van de KNMG. Het interessante is, bij verpleegkundigen krijg je een veel gedifferentieerder beeld. Overigens, de KNMG heeft onder een deel van zijn leden een peiling gehouden en daar was 63% tegen een wet voltooid leven. En dat betekent dat er toch al een hele grote groep artsen wel degelijk iets in die wet ziet. Dat is ook wel mijn ervaring in contacten met die beroepsgroep. Maar er zijn ook mensen die er echt fel tegen zijn. En ik vind het heel erg belangrijk
dat wij, dat is ook waarom ik dat wetsvoorstel gemaakt heb. Ik heb in de tijd na dat burgerinitiatief behandeld is in de Tweede Kamer namens D66 gezegd, wij ondersteunen het principe, ik ga met die wet aan de slag. Ik ben toen begonnen en er stond een stervenshulpverlener in de proeven van wet van dat burgerinitiatief. En ik ging kijken en ik dacht, je kan het eigenlijk alleen maar met dokters doen, omdat die de sleutel van de medicijnkast hebben. En een middel, ja, dat is nou eenmaal farmacie. En dat heb je dus de dokter en de apotheker bij nodig. En dat wilde ik niet. Ik wilde niet de dokter. Ik kreeg ook reactie van jonge artsen in de opleiding. Die zeiden, moeten wij dat nou ook nog gaan doen? Ik zei, nou, dat wil ik eigenlijk expliciet niet bij jullie neerleggen. Want het gaat ook niet om een medische aandoening. Dus ik heb heel lang gezocht. Toen kwam het kabinet met het, op verzoek van de VVD met het idee van een commissie van wijzen om dat te onderzoeken. Toen heeft mijn wetsvoorstel stilgelegen. Omdat, ja, dan heeft het geen zin om daarmee verder te gaan voor je weet wat daaruit komt. En toen, toch nogal teleurstellende resultaat, ben ik verder gegaan met mijn wetsvoorstel. Nou, het kabinet heeft in oktober hetzelfde aangekondigd. Ik was al een heel eind. Ik heb toen met de minister overlegd en gezegd, hoe zullen we dat doen? Want ik ben ook bezig. En toen hebben we geconstateerd dat, dat ik toch door zou gaan met datgene waar ik mee bezig was. En ik heb een concept gemaakt wat nog niet in de Kamer is ingediend, omdat ik het heel erg belangrijk vind. Juist omdat dit zo'n gevoelig onderwerp is. Er zitten hier twee criticasters die een stuk daarover hebben geschreven in NRC. Maar er is in meer kranten over geschreven. Je noemde de artsen al. En aan de andere kant krijg ik enorm veel reacties in de mail van mensen die zeggen, ga alsjeblieft door, laat je niet uit het veld slaan. Ja, dus ik heb het dus het wetsvoorstel nog niet ingediend, omdat ik ook nog de mogelijkheid wil hebben om te wijzigen. Dat kan ook overigens als je het al ingediend hebt. Maar omdat ik het heel goed vind dat we het er met elkaar over hebben. Ja. En we hoeven het er niet helemaal over eens te worden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat ik luister ook heel goed naar kritiek. Want er komt ook kritiek van mensen die vinden het veel te betuttelend. Maar aan de andere kant, hè, er is veel discussie over de leeftijdsgrens ook. Nou, dat werd al even in de column genoemd, zo pas. Dat is nog wel, dat is ook wel een ding. Dus in principe staat de deur nog open, Pia. Er zijn nog heel veel mogelijkheden. Ik ben wel, uiteindelijk wil ik wel, je begint niet voor niks als Kamerlid met zo'n wetsvoorstel, dat een ongelofelijke hoeveelheid werk met zich meebrengt. Dan doe je alleen als je het heel serieus meent. Dus ik wil uiteindelijk dat wetsvoorstel indienen, maar ik wil wel daar heel, zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Die gaan we nu horen. Dorien, samen met Alfred stevige kritiek geuit op het wetvoorstel. Uw verwijt, groot gezegd misschien, is dat er geen oog is voor de maatschappelijke oorzaken van de suïcidale verlangens van ouderen. Kunt u dat iets meer toelichten? Ja, de maatschappelijke oorzaken, de maatschappelijke context, maar is anders dan ik dat stuk geschreven heb, maar waar ik op kwam toen net mevrouw Dijkstra zei, dat ook zoveel sympathie is voor het voorstel, zoveel mensen het adhesie zeiden, regel dat. De dood is altijd een verleider in ieders leven. Het uitzicht op zelfmoord is ongelooflijk troostrijk. Wat er ook in mijn leven gebeurt, uiteindelijk kan ik zelfmoord spelen. Dat is mijn zelfbeschikking. Iedereen kent dat uit het eigen leven. Omdat er momenten zijn waarop ik denk, nu zou ik die auto wel tegen de boom willen rijden. Zelfs jonge pubers met liefdesverdriet, was ik maar dood. Je zaak gaat failliet. Noem maar op, er zijn zoveel momenten. Maar altijd heb je in het leven de wetenschap, ooit kan ik gewoon mezelf doden, dat is de uitweg. En ieder mens heeft ook dat recht om dat te doen. Dus dat wil ik vooropstellen. Maar tegelijkertijd weet iedereen, ook uit de geschiedenis van zelfmoorden, en zeker als je bijvoorbeeld het nu heel actuele boek van Jeroen Brouwers leest, hè, over de zelfmoord onder schrijvers, gisteren bij Nieuwsuur eventjes, dan zie je hoe die zelfmoord en dat verlangen van de dood doorspekt is met angsten, fantasieën, agressie, wraakgevoelens. Dat is eigenlijk niet zozeer een kwestie van autonomie, maar eigenlijk de menselijke conditie zelf. En ja, wat is die menselijke conditie? Een autonomie op een diepzee van emoties, angsten, fantasieën, verlangens, noem maar op. Dat is, daar krijgen we geen greep op. Op korte termijn. En dat kan tijdelijk zijn, maar diegene, de mensen die uiteindelijk zelf moeten plegen, die zijn, dat blijkt ook uit het boek van Brouwers, door afgrijzelijke en hel gegaan voordat ze dat doen.
Dus autonomie en zelfmoord vind ik moeilijk met elkaar te rijmen. Als je kijkt naar de studies van zelfmoord, dat ja, ongelooflijk menselijk drama is, door en door ambivalent. Dus niet zozeer dat je rationeel kunt beslissen en nu is het afgelopen en nu moet ze, nu maak ik mezelf dood. Dus dat is mijn voorbehoud met het verlangen naar de dood. Ieder mens kent het, verschillende fasen in het leven. Ieder mens fantaseert erover. En het is in die zin een troost, een verleider, de finale uitweg uit het probleem. Dus ik zou haast zeggen, hands off van de zelfmoord, althans, zet dat niet in het kader van de autonomie, want daar heeft het naar mijn smaak weinig mee te maken. Dat is mijn eerste bezwaar. Het tweede bezwaar is, wat u zei ook, nee, het gaat hier wel om mensen die autonoom kunnen vaststellen, mijn leven is voorbij, mijn biografie is afgelopen, ik ben eenzaam, dus er moet een einde aan komen. Maar deze mensen zijn uitdrukkelijk niet ziek in uw wetsvoorstel. Het zijn mensen die geen medische klachten hebben, die geen geestelijke klachten hebben, ze zijn niet depressief. Ze hebben zelfs niet een opeenstapeling van ouderdomsklachten, zoals slecht zien, beetje slecht horen. Nee, want deze mensen vallen allemaal al onder de huidige euthanasiewet. Het gaat dus echt om mensen recht van lijf en leden die nog op stap kunnen gaan, die ook nog via internet aan dodelijke middelen kunnen komen, die ze zelf kunnen gebruiken, wat ze ook in vele gevallen doen, hoewel wij niet de omvang daarvan kennen. Ze kunnen nog naar Zwitserland rijden om daar Vesperax te kopen, kan daar gekocht worden, kunnen ze ook een dood krijgen. Ze kunnen kiezen voor versterving, wetend dat de huisarts dat zal begeleiden. Dus de mensen die echt dood willen, die kunnen dat nu reeds op tal van manieren doen. En dat is werkelijke zelfbeschikking. Eigenlijk. Hoewel tegelijkertijd de autonomie van mensen heel betrekkelijk is, maar vooruit, ieder mens heeft het recht een einde aan zijn leven te maken en kan dat ook. Maar het verhaal wordt voor mij als jurist totaal anders. Wanneer deze mensen, die geen patiënt zijn, ik kan niet vaak genoeg zeggen, niet depressief zijn, geen lichamelijke klachten hebben, zelfs geen opeenstapeling van ouderdomsklachten, want dan kunnen ze al geholpen worden onder de euthanasiewet. Nee, worden ze dat niet. Ja, al worden ze dat niet, door, ja, omdat de artsen daar geen zin in hebben. En dat is natuurlijk een ongelooflijk signaal dat de artsen een voorbehoud maken, terugtreden wanneer ze zeggen, de vraag naar euthanasie neemt te veel toe. En wat doet dat met de ethiek en de integriteit van onze beroepsgroep? Maar vooral, en dat is mijn vraag als jurist, wat doet dat met de samenleving wanneer mensen die gezond zijn, maar lijden aan het leven, boven de 75. En ik kan het helemaal voorstellen. De eenzaamheid, alles kan ik me voorstellen. Het verlangen naar de dood kan ik me ook voorstellen. Daar heb je de vrijheid toe. Maar wanneer je dan gezonde mensen gaan vragen aan de staat, help mij bij mijn zelfdoding, bij mijn zelfmoord, dan is voor mij een hele kritieke grens overschreden, omdat de eerste taak van de staat is het leven te beschermen. En ik hoef je echt geen geschiedenis te gaan geven om te weten, om u uit te leggen dat de staat, dat anonieme machtsblok, dat in de loop van de geschiedenis altijd bewezen heeft, keer op keer, Nietzsche zegt dat, dat de staat altijd ertoe neigt om dat koudste van alle koude monsters te worden. Het is zo moeilijk, en de 20e eeuw bewijst dat, maar nu ook Hongarije, Polen, waar de staat dat machtsblok wordt, om die staat te temmen. Die staat moet op afstand gehouden worden, zeker van ons private, hypergevoelige leven. Wanneer we nu die staat toch gaan vragen, kom toch helpen mij gezond iemand te doden, dan treed je dus op datzelfde moment. Je doet het niet zelf, je doet het niet in die private sfeer. Nee, je treedt naar buiten, je treedt naar het publieke domein. Je gaat contact zoeken met parlementariërs, zoals de vereniging gedaan heeft. Dat doe je dan als burger. Want wij zijn zowel mens als burger. L'homme est citoyen. Wij zijn een homo duplex. We hebben altijd in het leven twee functies. Zodra wij de staat vragen te helpen, dan worden wij op datzelfde moment verantwoordelijk voor de gevolgen van ons verzoek. En als wij vragen, staat, tref een wetgeving waarin ook gezonde mensen zich met behulp van de staat kunnen laten doden, dan ben je verantwoordelijk voor de gevolgen. En wat zijn in mijn ogen de meest navrante gevolgen, en daarom ben ik het niet eens met Pechtold, en misschien hebt u het ook gezegd, parlementariërs, de katholieken, christelijken, we begrijpen dat jullie hier niks in zien, maar geef ons de vrijheid om toch dood te gaan. Dan zeg ik nee.
Want je tast ook de vrijheid aan van al die mensen die er tegen zijn. Je tast zelfs de vrijheid aan van iedereen boven de 75... die, wanneer het wetsvoorstelwetwaard weet, vanaf nu moment is de dood een optie. En dan hoef ik niet van een flatgebouw te springen als ik wil. Nee, even bellen met de sterfste begeleider die op mijn subjectieve verhaal zal zeggen, ik heb er genoeg van. En nu moet u zich concreet voorstellen wat er met u en uw familie en uw buren en vrienden gebeurt. Vanaf uw 75 weet ik, nu kan ik dood. Nou, ik voel me niet zo lekker vandaag. Ik voel me lang niet lekker. Even bellen met mijn kinderen. Ja, mama. Zullen we geen karikatuur maken van het wetsvoorstel? Nee, maar dit is een concrete werkelijkheid. Nee, dit is een karikatuur. Dit is geen karikatuur. Dit is een karikatuur. Dit is een concrete werkelijkheid. Nee, dat weten we helemaal niet, want dat is nog niet aan de orde. Nee, en maar dat moet op anticiperen natuurlijk. Ja, maar daarom is het wetsvoorstel ook anders gemaakt. Het wetsvoorstel... Ja, maar twee gesprekken, maar niet de mensen die zeggen, ik voel me vandaag niet lekker, ik wil dus de levenseinde begeleiden. Ik vind dat echt afdoen aan de zorgvuldigheid die in het wetsvoorstel maar is opgenomen. Maar die autonomie, toch de autonomie van de 75-jarige, die hierover na kan gaan denken, want de hulp wordt geleverd. Die patiënt, op die patiënt is geen patiënt, een gezond iemand, die handelt dus, die denkt, die fantaseert en besluit in de context van die optie en die mogelijkheid. Die weet, niet meer autonoom is die werkelijk, nee, die wordt beïnvloed door deze mogelijkheid. Mijn buren kunnen het krijgen, mijn vrienden kunnen het krijgen, zij heeft het gedaan. Hoe autonoom ben je dan nog wanneer je weet dat het aangeboden wordt? Dat het sterker genormaliseerd, genormeerd en dus ook genormaliseerd wordt in onze cultuur, dat de ouderen die niet ziek zijn, toch een dood kunnen krijgen. Dat heeft toch van invloed op je zelfbeeld, op het collectieve beeld en op je handel. Daar kan een mens zich toch niet aan onttrekken. Nou, dat is interessant dat u dat zegt, want daarbij gaat u voorbij. Of we zouden tutoieren, maar dat vind ik ook lastig. Vanzelf, dus eigenlijk moet je bij zo'n debat elkaar helemaal niet tutoieren. Oh zo, nee, maar zoals u op je wens. Ja. Nee hoor, nee, maakt niet uit. Nee, kijk, wat ik belangrijk vind, is dat u eigenlijk voorbij gaat aan de overlevingsdrang van mensen. En dat u het doet voorkomen, want u zegt zelfmoord, hè, de dood is altijd een welkome gast. Want je hele leven lang is die uitweg aanwezig en iedereen denkt er wel over na. Dat herken ik totaal niet. En ik begrijp ook niet de kracht waarmee u vaststelt dat dat zo is. Wat ik wel weet, is dat de oudere mensen die ik spreek, en dat zijn mensen die veel ouder zijn dan 75, dat die door de medische technologie en door het feit dat wij veel langer leven, doordat we een gezondere leefstijl hebben en de medische wetenschap ons natuurlijk in staat stelt om een hele hoge leeftijd te bereiken, maar steeds meer in de situatie terechtkomen waarin zij helemaal alleen komen te staan. Dat is die intrinsieke eenzaamheid. Maar het zijn ook mensen die zeggen, ik heb kinderen, kleinkinderen, zelfs achterkleinkinderen. En het is klaar. Deze mensen, die zijn helemaal klaar met dat leven, zien geen perspectief meer, weten wat het leven heeft ingehouden. En het is niet alleen, want dat vind ik ook altijd zo lastig, dat iedereen zegt, dan vind je dus je leven waardeloos, dan vind je jezelf waardeloos. Nee, die hebben hun leven lang beslist over de momenten in hun leven wat zij zelf wel of niet gingen doen. En zij willen ook op een moment dat ze zichzelf nog wel waardig achten, afscheid kunnen nemen van dat leven. En ik denk dat u zich dat te weinig realiseert als u zegt dat mensen daar dan heel gemakkelijk mee omgaan, dat er gezegd wordt, maar de buren hebben het gehad en dan mogen wij ook. De euthanasie. Ik vroeg me even gaande uw betoog af of u ook tegen de euthanasiewet bent. Want daar heeft de staat ook een belangrijke rol gespeeld. En eigenlijk dezelfde als bij de wet voltooid leven. De staat heeft vastgesteld, als je aan bepaalde zorgvuldigheidscriteria voldoet, ben je niet strafbaar. Het is dus een uitzonderingswet. Ik ben erg voor deze euthanasie. Ja, dat geldt namelijk ook voor de wet voltooid leven. Die is ook als je voldoet aan criteria. Met een kardinaal verschil dat de huidige euthanasiewet alleen bij objectief vast te stellen ondraaglijk en uitzichtloos leidt. En dan pas echt objectief, nee, en ze hebben dat ook nog ruimte voor de subjectieve beleving. Ja. Want de arts die zijn patiënt heel goed kent, weet dat voor sommige mensen dan de grens bereikt is en dan. Maar altijd gerelateerd aan een medische diagnose.
Die wordt helemaal weggelaten hier. Dat is één punt. Het andere, ja, en wat nou, zien dus we nu, zal en dat wel vind ik aan zo de orde interessant. Zijn, hoor, want de levenseinde begeleider zal wel moeten vaststellen dat er geen sprake is van een depressie of welke. Hoe kan en dat, als die, als hij of zij geen medicus is, dan gaan, hoe kan dan gaan we het zo over hebben, dames. Even over huidige euthanasie, want dat vind ik zo interessant en dat moet ons zo te denken geven. Je huidige euthanasiewet, want over dat besmettelijke effect wat ik vertelde bij, dus als gezonde mensen dood kunnen gaan. De artsengroep, de KNMG, zie je heel duidelijk terugtrekkende bewegingen maken. De vraag naar euthanasie neemt ongelooflijk toe in de spreekkamers. Ook de brutaliteit waarmee het geëist wordt. Ik heb er recht op, noem maar op. Dus de artsen trekken zich terug om de integriteit van hun beroep te handhaven. Van het allergrootste belang. Want we hebben als staat aan de artsen de bevoegdheid gegeven om te doden bij ondraaglijk lijden. Is barmhartig. Nu wordt deze objectieve criteria worden verlaten. U bent autonoom. Terwijl, en je hebt het ook over mensen die altijd autonome beslissingen genomen hebben. U moet maar nadenken over uzelf. Hoe autonoom bent u geweest in uw leven? Welke mensen zijn werkelijk autonoom? En dat is vaak alleen, u zult mij zeer kwalijk nemen, maar dat zeggen we als socioloog, vaak een klassenprobleem. Mensen die materieel het geld hebben, kunnen hun leven heel anders inrichten. Die kunnen heel veel ellende voorkomen. Die hebben inderdaad meer autonomie dan maar mensen die afhankelijk zijn van anderen. Mevrouw Pessels, wat is uw boodschap aan die mensen die nu zeggen, wij willen zeker weten dat we op een waardige manier kunnen sterven. Dat er iemand kan helpen. Als dat aan de orde is, die daarbij aanwezig kan zijn. Dan zegt u, dan kan je in de euthanasiewet terecht. Want als je het zelf niet kan, dan ben je niet... Nee, je kunt het zelf doen. Maar want u zei, daar begon u mee, u zei... mensen die bang zijn voor het lijden dat gaat komen. Nou, dat is dus een angst. Ja. En dat kan, is een hele menselijke angst. Maar die angst die wordt opgeheven door die barmhartige euthanasiewet. Want als het lijden zich aandient, dan is er die euthanasiewet. Maar niet voor dan, wanneer het leven nog draaglijk en gezond is. Want ik denk, als we dat gaan doen in Nederland als eerste land ter wereld, dan vrees ik zo'n vercorrumpering van staat en samenleving en van zo'n moeilijke oude dag en ouderdom, wanneer je weet, ik kan hulp krijgen. Want ja, kennelijk is de samenleving niet bereid, terwijl ik nog gezond ben, terwijl ik nog niet lijd, want dat is echt een springende punt, om mij door die periode, totdat ik ga lijden, op een menswaardige manier heen te helpen. We gaan zo even naar Alfred. Een paar dingen zeg ik. Een aantal heel gepassioneerde mensen aan tafel. Dat is ons sowieso mooi om te zien. Die komt. Wat mij opvalt is zeg maar dat er een groot onderscheid gemaakt moet worden tussen inderdaad lichamelijk en vast te stellen lijden. En wat om moeilijker vast te stellen is geestelijk lijden natuurlijk. Hè? Wanneer is inderdaad jouw leven beëindigd of wanneer zie je het niet meer zitten? Maar wat me ook opvalt, Doreen, is. Je bent mordicus tegen deze wetgeving. Ja. Klopt, hè? Wegens de sociale effecten ervan. Ja. Ik ben heel erg voor de euthanasiewet. Zeker wanneer wordt uitgevoerd door een buitengewoon goed opgeleide, integere beroepsgroep van artsen. Alle vertrouwen, zeker wegens het zelfreinigend vermogen dat we nu gezien hebben. Bij dementie hebben ze er moeilijk mee, noem maar op. Ja, op één stapel van ouderdomsklachten ook. Ja, ik wil dat helemaal vaststellen, omdat we hebben zojuist de Pia horen zeggen van mij staat die deur nog open voor eventuele aanwijzing of veranderingen. Ja. Bij u is die deur dicht. Mensen die gezond zijn, die acht ik in staat, zeker wanneer ze zo goed kunnen reflecteren en zeggen mijn leven is afgelopen, die kunnen terecht, die kunnen op internet terecht, die kunnen de middelen krijgen. Er is een kleine groep die dat niet wil of niet kan. Moeten wij voor die kleine groep. Hoe weet u dat een kleine groep is? Nou, omdat we helemaal niet weten hoe groot die groep is. We hebben geen cijfers. Is onduidelijk. 300 en 1000 mensen, denk Chabot. Laten we het dus hebben over onduidelijk. Dat is te weinig. 300 en 1000 mensen. Nee, 300, tussen de 300 en 1000 mensen. Ja, dat zeg ik. Ik vind dat dus een hele grote groep. Oh nee, dat vind ik een veel te klein voor wetgeving. Dat is een ander onderwerp. Ja. Maar ik heb een donorwet gemaakt die door de Tweede Kamer is gekomen. Die gaat over het sterven van 150 mensen op de last. Op de wachtlijst jaarlijks. Ja. Dat is ook een kleine groep. Dat is wat anders. Dat gaat om in het leven houden van mensen. Maar ik vind de taak van de We hebben net al vastgesteld dat het heel moeilijk is om, zeg maar. Laat ons houden aan de feiten. De dingen die wel bekend zijn, want ja. Dingen gaan wegen, ja, dan kom je bij persoonlijke dingen en dan wordt het heel lastig. Ik wil heel graag naar Alfred. Ik wil met het laatste beginnen met de donorwet. Een nier
kan het wel of niet doen. Als hij het niet doet, is het niet de schuld van de maatschappij. Of heeft er geen debet aan. Heeft ook niet de zorg, is er ook niet debet aan. Praktisch niet. Maar het is natuurlijk bij voltooid leven zo, is dat geen medisch probleem. Maar het is wel een probleem dat zich voordoet aan de hand van de maatschappij. Er gebeurt iets in de maatschappij dat mensen voelen, mijn leven is voltooid. Of eigenlijk bedoelen ze misschien wel mee onvoltooid, maar ik wil zo niet verder. En het kan ook zijn dat men dat gevoel heeft door de zorg. Dus is het een probleem wat zich binnen de zorg afspeelt, of in de maatschappij, of is het beide? Het kan ook intrinsiek zijn, dat de persoon zelf iets in zich heeft, in de tijdsas van het leven, dat hij zich zo ontwikkelt, dat hij zegt, ik wil niet meer verder leven. Dus die tijdsas is belangrijk, de maatschappij is belangrijk, de zorg is belangrijk. En we hadden net, had je het over het woord perspectief. Ik ben 35 jaar huisarts. Nou, als ik iets geleerd heb, dat wist ik niet toen ik begon. Dat de veerkracht van mensen, en dat bedoel ik dus niet mensen waarover wij nu praten, maar ook zoals u hier zit. Kijk maar eens naar uw eigen leven, wat er is gebeurd of nog gaat gebeuren. De veerkracht van mensen, ja, dat heb ik zoveel van geleerd. Ik heb geen afscheidsbrief, maar ik heb wel, ja, ik heb een afscheidsbrief gestuurd omdat ik met de praktijk stopte vorig jaar. En toen heb ik gezegd, ja, hoe nu verder? En wat ik geleerd heb van de patiënten is dat ze altijd nog een wending kunnen geven. En dan praat ik echt over ernstige dingen, dat ze hun kind zijn kwijtgeraakt, of dat de echtgenoot, of er is grote problemen, ik hoef niet allemaal op te noemen. Toch komt men eruit. En toen heb ik gezegd, wat ik geleerd heb, is er toch een wending aan te geven. Nou, mijn wending was dan om één dag in de week nog huisarts te zijn, sinds een jaar. Maar ik heb wel veel geleerd van die mensen. Dus geen perspectief, kan ik zeggen, die groep kom ik tegen in de praktijk. Maar als ik die mensen aandacht geef, en ik red het niet allemaal van de 10 mensen, zal ik zeker 6, 7 mensen nog een leven kunnen geven. En dat bedoel ik niet alleen ik aandacht, maar dat er humanitas heen gaat, maatschappelijk werk heen gaat, betere verzorging geeft, kom ik heel ver. Ik kom niet bij de 100%. Dus er is zeker nog een klein groepje dat ik denk, dit lukt mij niet, dit is moeilijk. Maar ligt dat puur aan het feit dat u daar geen tijd voor heeft? Of dat het bij die mensen gewoon niet meer lukt? Dit is een probleem van mijzelf, dat ik te weinig tijd heb. Je moet ook instanties hebben die er wel, zegt men, zijn, maar die niet goed functioneren. Dus te weinig geld. Je kent al die verhalen. Daar zou, laten we zeggen, als de SP-gedachte, hè, daar wat meer daadkracht in voor zou krijgen. Ja, absoluut. Dat is echt zinvol. Maar nogmaals, ik haal niet al die mensen, kan ik niet redden. Maar wel veel meer dan er nu zijn. Met redden bedoel ik mee het gevoel geven. Het is, men is blij dat ik er ben. Moet je niet vergeten, in verzorgingstehuis, dat weet u ook allemaal zo als u hier zit, dan zie je het eten langskomen, dat plastic dekseltje, dat til je op. Dan zie je een voltooide maaltijd. Het is diep triest. De hele sfeer is triest. En als ik daar zou zitten, zal mijn stemming niet opgebeurd worden. Dus dat er winst is te behalen, maar dat hoef ik niet aan u te vertellen, dat is zeker zo. Blijft altijd een groepje over die ik niet kan bereiken. Ik ken die uit mijn praktijk wel. Ik ken ook een mevrouw, ik heb toevallig net een kaartje meegenomen. Dan zal ik zo meteen praten over de procedure. Een mevrouw die woont alleen, haar man is zeg maar 12 jaar geleden overleden, 78 jaar. En ze stuurt mij zomaar, vorige week, out of the blue, een kaartje waarop staat, kijk niet hoe ik geworden ben of herinner mij zoals ik was. Al dit soort advertenties moeten we echt wachten allemaal tot die fase. Ze schrijft met PH, dus dat is een wat oudere dame. Een andere advertentie, in liefde losgelaten. Zoveel mooier, vind ik. Zomaar wat gedachten. Moet je voorstellen, die is dus bezig eigenlijk met dat onderwerp waar je nou mee over spreekt. Dat is diep, ja, dit raakt heel erg. Als je nou vraagt, lukt het je nu om deze vrouw weer het gevoel van leefbaar te krijgen? In dit geval denk ik heel moeilijk. Maar er zijn best mensen waarbij dat wel kan. Dus ik voel, of ik zie ook wel de personen die je bedoelt. Dat is niet een wild vreemde groep voor geen enkele huisarts. Maar buitengewoon kleine groep. Waar ik helemaal met professor eens ben om daar een wet voor te maken. Dan moet ik wel even slikken. En nu ga ik even naar de procedure. Want ik ben eigenlijk getriggerd door die procedure. Dat wil zeggen, hoe gebeurt het nu? En toen was ik zo getriggerd, dat was toen met kerstmis, dat ik de pen heb gepakt. En als u zegt van nou, ik wil graag leren van gesprekken,
dan hoop ik echt dat dat nu gaat komen. Want... Ik ben ook heel benieuwd, want ik heb ook gevraagd om te reageren op het conceptwetsvoorstel. Ja, maar ik heb uw reactie niet gezien. Ik heb hem alleen in de krant gelezen. Ja, in de krant gelezen. Ja. En u gaat hem nu horen. Ja. En ja, ik wil hem ook zeker uitschrijven. Dat u niet, bij de conceptwet. Want ik geef ook les in Utrecht en ik denk als een co-assistent dit zou opschrijven, dan moet hij zijn studie beëindigen. Want... Ja, ik ben ook geen medicus. Nee, maar het was zo mooi dus, geweest. Dus ga ik de volgende keer eerder commentaar. Nee, maar ik zal het echt even geven. Dit is zo belangrijk. Wat gebeurt er? Je gaat naar de apotheek, dus degene die wordt opgeleid, die zit in het BIG. Dat wil zeggen, je bent geregistreerd, je kunt ook aansprakelijk worden gesteld. Je kunt ook voor het tuchtcollege komen. Dat is heel mooi als je daarin zou komen. Dan mag je ook een recept schrijven. Zij mogen één recept schrijven. En dat vind ik jammer. Ze hadden meer recepten moeten schrijven. Want als je de procedure goed doet, is het niet alleen maar een drankje geven. En onder zorgvuldigheid versta je dan te bijblijven tot het op is. Maar alsjeblieft, er komt veel meer bij kijken. 1 op de 20 heeft er echt moeite mee om het in te nemen. Krijgt echt een complicatie tot ernstig, het verslikken tot een longontsteking. Of wat minder ernstig, drinkt het dus niet helemaal op. U moet zich voorstellen, als je naar een koffieautomaat gaat, heb je die plastic bekertjes. Ongeveer 1 centimeter tot vanaf de bovenrand naar beneden toe, dat is de vloeistofniveau. 100 cc. Dat moet je echt snel opdrinken. Er moet echt een piekconcentratie komen. En je moet een dag van tevoren beginnen met een middel, Primperan, wat je ook gewoon kunt krijgen, wat je ook bij zwangeren gebruikt, tegen zwangerschapsbraken. Dat gebeurt, dat moet je nemen, want doe je dat niet, dan heb je kans dat je het weer gaat braken, met alle gevolgen van die. Dus je moet een voormedicatie geven. Dus het recept van dat verhuisdrankje, zullen we maar zeggen, hè? Wat je geeft, cynisch gezegd, dat verhuisdrankje, daar moet ook een recept bij, een dag van tevoren beginnen met een capsule of met een ander drankje, wat prima smaakt, maar dan maak je niet erg. Dan is het volgende, als het misgaat, dan gaat het ook goed mis. Want stel je eens voor dat de persoon die dat geeft weer weggaat en de persoon is in coma en die ligt daar en de verpleging komt, de verzorging komt of de thuiszorg komt, dan word ik gebeld, stel maar eens voor dat het in Groningen is, en meneer Bakema die ligt in bed. Ik weet ook niet wat er aan de hand is, ik heb geen idee, want de patiënt of degene die het betreft hoeft mij niet op de hoogte te stellen. Kan het wel doen. Hij schaamt zich, denk ik. Want hij wil liever met jullie praten. Wat is makkelijker dan met mij hierover. Dat zou heel goed kunnen. En ik kom dan daar. Ik denk, meneer Bakema, want ze heten allemaal Bakema in Groningen. Wat is er dan met u? Die kan ook niet. Het is afschuwelijk. Ik moet hem insturen. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ik kan het als het een paar jaar verder zijn en die wet loopt, dan weet ik wel wat er aan de hand is. Maar dan moet ik hem insturen. En dan komt hij terug. Nou, de gesprekken met hem zullen niet meer prettig gaan, want hij schaamt zich naar mij toe. Ik wil alle zorg geven, maar het is van hem heel moeilijk om dan weer met mijn recht in de ogen te kijken. Kortom, komt erop neer, als je het zorgvuldig wilt doen, voor medicatie geven en ook een infuus naald. Het is niet anders. Het is heel vervelend. En ik zie je ook kijken, want dan denk je, oh jee, er komt er weer een arts en die wil een naaldje zetten. Maar dat is niet belangrijk wat ik zeg, maar het is de essentie. Het is essentieel. En het moet zorgvuldig verlopen. En ik zeg dit, want u zegt zelf ook in uw stuk, ik wil hebben dat het zorgvuldig gebeurt. Zeker. En dat het ook toetsbaar is. En toen dacht ik, toen ik las, het gebeurt, dit is niet zorgvuldig. Dus toen ging ik stijgen. Dat is de startmotor geweest tot het schrijven. Even zeg maar, de medische handeling rondom het eventueel sterven. Dat is echt niet zorgvuldig. U vindt dat daar betere medische begeleiding bij moet? Of vindt u dat concreet? Eén zin zeggen. Eén zin. Ja. Dan sluit ik af. Ik zeg niet alleen dat het onzorgvuldig is, maar de KNNP, dus dat zijn de apothekers, vindt dat ook. En die willen niet meewerken zo. Zoals het hier staat. De KNNP heeft inderdaad wel gereageerd. En die heb ik ook gesproken. De apothekers ook van tevoren. We hebben het er ook over gehad. Kijk, wat je in een wetsvoorstel doet, daar leg je niet elke handeling in vast. Dus rond de taken van de levenseindebegeleider en de opleiding, die moet ook nog helemaal vorm worden gegeven, dat zet je niet in een wet, want er kunnen nieuwe inzichten komen waardoor zoiets verandert. Dus dat moet, dat is een beetje technisch, maar per algemene maatregel van bestuur moet dat worden uitgevoerd. En zo'n algemene maatregel van bestuur, die is makkelijker. Moet ook de Kamer weer altijd naar kijken als je die verandert. Maar daar kan je dit soort dingen veel beter in regelen. Dus, maar ik luister heel goed naar u. En ik heb natuurlijk ook met medici over het hele traject gesproken. Ik heb ook contact met de artsen van de levenseindekliniek. En dat zal ook zeker goed vorm krijgen. En wat in onze beleving en in het voorstel
niet in de wet zelf wordt vastgelegd, maar wat ik wel vind dat de levenseindebegeleider moet doen, is ook de contacten met familie, met artsen, mochten die er zijn, die moeten wel, daar moet wel contact mee zijn. Maar dat staat niet zo. Dat staat in dat kan. Als je dat wil, dan hoeven ze... Nee. Als jij als verzoeker dat absoluut niet wil, ja, maar dan kan dat ook heel goed voor de levenseindebegeleider natuurlijk een aanleiding zijn om te zeggen, ja, maar dan kunnen wij daar niet uitvoering aan geven. Dat heb ik er niet zo uit. Dus je moet daar heel goed naar kijken. En dat moet per algemene maatregel van. Maar het is, ik ben heel blij met uw opmerking. Ik denk dat het heel goed is. Ik ga er opnieuw naar de medici ik contact mee heb over spreken. Hoe we, en met de juristen. Hoe ver we dat in het wetsvoorstel zelf... Ik geloof u als u, ook de volgende vraag beantwoordt. Ik kan me voorstellen van confessionele partijen waarom zij bij dit soort dingen ja of nee zeggen. Ze zeggen dan nee. Maar... Ik mis onder u of onder uw partijgenoten mis ik een bodem dat ik zeg, wat is de motor van uw denken? Wat is de reden dat u hier zo warm voor loopt? Want ik kan niet, ik weet niet welke mensen hebben nou een voltooid, hoeveel mensen hebben een voltooid levensgevoel? Wie zijn dat? Wat is precies een voltooid levensgevoel? En de allerbelangrijkste vraag, en ik vind dat een politicus zich daarmee bezig moet houden. Welke facetten in de levensloop van iemand voorspellen dat hij later een voltooid levensgevoel krijgt? Dat vind ik nou echt iets voor een politiek, voor de politiek. Welke, dat is zo belangrijk. Ik zie mensen in het leven struikelen. Ik heb net al gezegd, een kind verloren of een groot financieel probleem hebben gehad. Het spaart zich op één stapeling van gebeurtenissen. U kent ze allemaal ook van uzelf of van mensen die u kent of leest. Dat zouden voorspellers kunnen zijn waar de politiek iets aan kan doen. Maar dat geldt ook binnen de zorginstellingen. Er zijn ook dingen die zo mis zijn dat ik me kan voorstellen, ik zou ook een voltooid levensgevoel krijgen als ik daar rond zou lopen. Niet bij allemaal, maar er zijn er waar ik het afschuwelijk vind. Zo afschuwelijk vind dat je bijvoorbeeld, ik ken een patiënt van mij die wil dolgraag een kaartje leggen, maar die zit dan in een confessioneel huis, dat het niet mag, weet je. En juist, Gerard, dit is nog maar één klein dingetje. Dus ik kan mij voorstellen als politicus dat je met die levensloopproblemen die me tegenkomt bezighoudt. Maar hoe komt het nou? Omdat ik het aantal, ik moet iemand voor me zien die een voltooid levensgevoel heeft. Deze mevrouw zie ik nu, dus die ga ik ook bellen, die zoek ik ook op. Maar het komt zo weinig voor zonder lichamelijk lijden. Dan denk ik, hoe komt het dat u hier zo warm voor loopt? Nou, ik vind het woord warm voor lopen... Sorry, vind dan zal ik een ander woord nemen. Ja, nee, maar ik vind... Dat u, hier, dat u de aandacht daarvoor heeft. Laat ik het zo zeggen. Ik begrijp dat u kritiek heeft. Dat respecteer ik. Ik respecteer kritiek van iedereen. En de andere kant is op het ogenblik een beetje geneigd om te zeggen, D66 wil iedereen dood. Dan voel ik me aangesproken. Kijk, wat ik heel belangrijk vind, is zo'n niet... burgerinitiatief. Daarop hebben wij aangehaakt. Waar mensen, ik heb het daarnet al uitgelegd, waar mensen aangeven, ik wil op een gegeven moment een waardig levenseinde kunnen hebben. En ik zal mezelf niet herhalen. Ja. Wat ga je dan doen als politicus, als je zo'n verzoek krijgt? Dan denk je, kunnen we daar mensen bij helpen? Als het zo'n grote groep is, waren het toen ongeveer 120.000 mensen die dat verzoek hadden ondertekend, dat burgerinitiatief. Terwijl er 40.000 handtekeningen genoeg zijn. Vervolgens ga je kijken op welke manier zouden we dat kunnen regelen. Kijk, waar ik heel erg beducht voor ben, is om in de euthanasiewet iets te veranderen. Want de euthanasiewet loopt goed. Is een goede wet. Ja. Hebben we geëvalueerd. Gaan we binnenkort weer evalueren. Ja. Bestaat die 15 jaar. En wat ik niet wil, want als ik er aan de ene kant aan ga sleutelen, geef ik ook Kees van der Staaij en de christelijke partijen de ruimte om daaraan te sleutelen. Dus ik heb gekeken van hoe kunnen we nu mensen die... Er zijn soms wel mensen die hebben wel medische klachten, maar die zeggen, maar dat is niet de reden waarom ik niet verder wil. Ja. Die klachten, daar kan ik wel mee leven. Ja. Het is het feit dat ik niet meer... Ik wil niet meer hier zijn. Ja. En dat is niet zozeer... En ik herken helemaal wat u zegt over die veerkracht. Ik heb 10 jaar lang vinger aan de pols gemaakt. 10 jaar lang met patiënten te maken gehad en altijd gezegd, wat mij zo ontzettend boeit is hoe veerkrachtig mensen zijn, hoe ze in staat zijn om de meest afschuwelijke
gebeurtenissen. Ja, gebeurtenissen, maar ook ziektes en aandoeningen. Hoe ze altijd weer doorgaan en daarmee om kunnen gaan. En ik heb het dus ook niet over mensen die die veerkracht niet hebben. Maar die op een gegeven moment, je zou dat een vorm van veerkracht kunnen noemen. Die zeggen, maar ik beslis zelf. Ja. Dat ik nu niet meer verder wil, dat ik nu een leeftijd bereikt heb waar ik geen jaren meer aan wil toevoegen. In de memorie van toelichting, ik hoop dat u die gelezen hebt, heb ik dat ook beschreven als het verschil tussen het biologische en het biografische leven. Ik haak meteen even in. Maar goed. Is dat een antwoord op uw vraag? Ja. Ja en nee, want ik moet er één zinnetje nog aan toevoegen. Ja. Dat is altijd de ergste, hier zeg ik nog één zinnetje. Ja. Stel nu voor dat wij een maatschappij zouden hebben, waarvan we zeggen, een soort Zwitser gevoel. Wat is dit mooi, wat hebben we het allemaal mooi voor elkaar. Dat geldt ook voor de zorg. Stel dat dat zo zou zijn. Zou dan ook de behoefte om hierover zo met elkaar te praten of hiermee bezig zijn, ook even groot zijn? Denk je niet dat iets zo... Denk je wel? Ik denk zeker, want ik zie het ook bij de mensen die ik voor ogen heb, die ik spreek, die mij mailen, brieven schrijven, ouderwets met prachtige handschrift. Dat zijn mensen die hebben niet de problemen met zorg. Die hebben niet problemen dat ze in een verpleeghuis moeten of daar niet naartoe willen. Dat zijn mensen die echt op hun eigen moment willen beslissen, ik neem nu afscheid van het leven. Ja? En dat is, mevrouw Pesser zei, dan moet je maar wachten tot je ziekte je overkomt. Ja, en dan doen, kun je in de euthanasiewet of het helemaal zelf doen. Ja, maar dan niet gefaciliteerd door de staat. Ja, het wordt ook niet, de staat levert geen, die faciliteert het niet. Nou. Wat de staat doet, is de gelegenheid geven aan mensen om met hulp die medicatie te krijgen. Ja, maar en dat is net als in de euthanasiewet. Dus is het een institutie van de staat? Dames en heren, ja, nee, dames en heren, we moeten gaan afronden. Ja. En het spijt me zeer. Dat vind ik echt heel jammer. Ik nodig u van harte uit om hier over een half jaar nog over aan tafel te komen. Want het raakt namelijk... Ik weet niet of het over een half jaar al heel anders is. Maakt niet uit, maar het raakt zoveel andere gebieden in onze samenleving waar genoeg werelden te winnen zijn. Ik heb ter afronding... Mag ik één ding ter afronding zeggen? Ter afronding dan? Oh, jij wou het misschien vragen. Nee, maar ga je gang. Bij ons staat voorop, en dat is een aantal keren gezegd, bij ons staat voorop dat we goede ouderenzorg moeten hebben. Überhaupt goede zorg, maar ook goede ouderenzorg. Daar maken we ons heel erg sterk voor. En dat vindt nu een informatie plaats. Ook daar maken we ons hiervoor sterk. En dat doen overigens, het inzicht is wel bij iedereen heel erg doorgebroken. Dat staat wat ons betreft voorop. En als u zegt, in een Zwitser leven, maatschappij, zouden mensen het minder hebben. De mensen die ik voor ogen heb, hebben dat, worstelen niet met dat probleem. Dat ze in een verpleeghuis zitten, daar verder niet meer willen verblijven. Dit gaat echt om andere mensen waarvan mevrouw Pesser zegt, dan moet je het ook maar zelf uitzoeken als je zo autonoom bent. Waarvan wij zeggen, deze mensen, ik denk ook even aan het voorbeeld van Albert Heringa en Moek Heringa. Albert Heringa heeft zijn moeder geholpen. Daarvan zou je zeggen, die kon makkelijk onder de euthanasiewet geholpen worden. Dat is niet gebeurd. Artsen hebben dat geweigerd toen. Misschien maar dat is de levenseindekliniek. Ja, dat is de levenseindekliniek. Maar de levenseindekliniek... Dat hebben we al. Nee, want op de dag dat de commissie Schnabel met zijn rapport kwam, stond er een artikel in de Volkskrant over een oude dame die ook bij de levenseindekliniek, omdat hij zich aan de criteria voor de euthanasiewet houdt, geen euthanasie kreeg. En die heeft het op een andere manier moeten oplossen. Ja. Dus dat maar ook... Maar als staat mogen wij toch normen stellen wanneer de staat en de samenleving zeker de burgers dood. Dus wij hoeven toch niet altijd dat verlangen. Ik ben een goed van lijf en leden, maar ik wil dood. Maar ik heb geen zin om het zelf te regelen. Dus staat, kom gauw binnen in mijn stervenskamer. Ik vind dat u het enorm bagatelliseert. Ik vind dat u, als u zegt, ik heb er geen zin in. U maakt het allemaal heel erg makkelijk. De mensen die ik spreek, dat is helemaal niet makkelijk. Daarom ben ik ook begonnen met te zeggen dat ook deze mensen... Dames en heren, ik ga echt afronden nu. Versterven is een hele mooie methode, versterven. Echt, mensen slapen in bij versterven. We zitten ook weer in een nieuwe politieke fase. Alles is weer veranderd. Goede kans dat er geen Kamermeerderheid meer is voor het voorstel. Dat is nog even afwachten. Op dit moment nog wel, maar... hoe dat dan weer in de toekomst gaat, dat moeten we even afwachten. Ik
ik hoop dat u elkaar op een bepaalde manier toch weet te vinden. Oh, maar ik neem ook deze kritiek. Jazeker, ja, maar ik kijk weer met de ogen van u naar het wetsvoorstel. Ik zal het wetsvoorstel niet... En wij zien niet. Het probleem ook heel goed omgekeerd. Hoor. Ja. We kennen voorbeelden van. Ja. Maar als jurist, denk ik, begeven ons niet op een euthanasie. Prachtig. Nou, ik denk dat het heel duidelijk is dat hier een aantal mensen aan tafel... die in ieder geval willen dat het heel zorgvuldig gebeurt. Nou, en daar ben ik alleen maar blij mee. Rond ik dit gesprek voor nu af. Dames en heren, Dorien Pessers, Alfred Saks, Pia Dijkstra. De bevolking van Landert sprak zich per referendum uit... voor het vormen van een Maashorstgemeente. Samen met Uden en delen van Bernhezen. Bernhezen haakte af en Landert en Uden gingen alleen verder. Echter nu puntje bij paaltje komt en er een voorstel in beide gemeenteraden voor een onderzoek naar een fusie in stemming werd gebracht, stemde Landert tegen en Uden voor. De chaos is compleet. Om weer licht in de duisternis te brengen vragen we onze gasten aan tafel. Mag ik een warm applaus voor Theo van Duren, voorzitter van de Landertse politieke partij Vereniging Herendelen Landert en de fractievoorzitter van de Udense SP, Spencer Zekers. Heren, welkom. Als de plaatsen niet bevallen, dan kunnen we altijd nog herindelen. Ja. Theo, eens had je het ideaal om een politieke partij op te richten, de VAL, de Vereniging Herindelen Landert. Dat is gelukt. Jullie werden met 22,5% meteen de grootste partij. Ja. Met als enig doel het opheffen van de gemeente Landert. Correct. Waarom heeft de gemeente Landert geen bestaansrecht? Ja. Is er geluid trouwens? Want ik hoor mezelf. Ja, gaat het? Okay. Ja, waarom heeft hij geen bestaansrecht? Het is nogal een kleine gemeente. Er komt nogal wat op de gemeentes af. Hè? Zeker 3 jaar geleden. Die transities in de zorg, daar werd allemaal naar de gemeentes gedaan. Dat is de ene kant. De andere kant is dat Landert politiek eigenlijk al dood was. Hè? De partijen heb ik nauwelijks nog aan was. We hebben op dit moment, 3 of 4 ex-wethouders die dan maar weer in de raad zitten. Want ze krijgen gewoon... De zetel is bijna niet meer gevuld. Dat is al een groot probleem. En dan is het ook nog dat Landert al jarenlang geteisterd wordt door allerhande schandalen. We hebben de geitenstal-affaire gehad met een burgemeester die daarin een merkwaardige rol speelde. We hebben de stembusfraude hebben we gehad. En ik kan ze niet allemaal opnoemen, maar het is een vrij lange lijst. Dan je denkt, nou, misschien is het toch beter als we onderhand eens op gaan schalen. Of beter nog, gewoon, wat mijn idee altijd was, splitsen. Duidelijk. Jullie hebben als grootste partij een coalitie gevormd met de reekse politieke partij, Progressief Landert en VVD. Ja. Die coalitie was geen lang leven beschoren. Ze sneuvelden omdat de coalitiegenoten niet wilden instemmen met het referendum over de voorgenomen herindeling met Uden en Bernhezen. Ja. In de nieuwe coalitie met CDA en DS 97... Ja. Kan er wel een referendum met een duidelijke uitslag. Herindelen met Uden en een deel van Bernhezen tot de Maashorstgemeente. Correct. Maar er is opnieuw oneenigheid, want de coalitiepartners weigeren mee te werken aan een onderzoek naar de fusie met de gemeente Uden. Ja. En de gemeente Bernhezen is inmiddels afgehaakt. Was al langer bekend. Was al langer afgehaakt, maar is opnieuw afgehaakt eigenlijk. Dus de vereniging Herindelen Landert staat een beetje alleen in de wens om de gemeente Landert te herindelen. Theo, je bent al teruggetreden als fractievoorzitter. Hè? Je bent tegenwoordig gewoon woonachtig in Ravenstein, gemeente Os, godzijdank. Ja, ik ben nog voorzitter van de club. Ja, je bent nog voorzitter, ja. Jazeker. Maar kun je de partij niet beter opheffen? Dan ben je in één keer van al die ellende af. Ja, dat is niet meer aan mij om iets op te heffen. Ik heb het geprobeerd met een gemeente. En met die club, ja, daar weet ik niet of dat gaat lukken. Ik heb signalen gehoord binnen de club dat ze toch wel denken om de volgende verkiezingen nog een keer mee te doen en dan definitief toe te slaan. Volgend jaar, geloof ik, hè? Ja, alweer. Dat is al binnen een jaar, ja. En staat die coalitie van jullie nou op springen? Nee, want ze hebben er alles aan gedaan, onze coalitiepartners, om het te laten springen. Want ze zeiden, ja, we gaan gewoon tegenstemmen. In de hoop te laten springen. Je hoort zo links en rechts nog alles wat. Er stond al een nieuwe coalitie weer klaar, want zo gaat dat bij ons. En wij hebben gewoon gezegd, nee, wij breken niet. Ja, dat was heel onverwacht voor ze. Hadden ze ook weer nooit meegemaakt. Nee, ja, maar wij gaan wel tegenstemmen. Ja, dat klopt.
Dat is niet mooi. Het coalitieprogramma waar we gesloten hebben is helder. Jullie houden je er niet aan en wij breken niet. Nou, heel duidelijk. Ja. Nou, staat dus zeg maar, de landse politieke partijen zeggen wel achter die herindeling te staan, maar ze maken er geen werk van. Ik denk dat ze helemaal niet willen herindelen. Is dat gewoon uiteindelijk? Ja, dat denk ik. Ja, als je de belangrijkste partij die nu had tegengestemd, de RPP, als je die neemt, die hadden dus in een verkiezingsprogramma herindelen, daar hebben wij aanvankelijk de coalitie mee gevormd. Die gingen vervolgens dus in het referendum campagne voeren voor die Maassoortgemeente, waar wij onze twijfels bij hadden, want we wisten al lang, Bernese doet niet mee. Waarom zetten we dat op het keuzeformulier? Wat wil even voor mij, delen van Bernese? Ja, we kregen ook nooit te horen welk deel. Okay. Ik had het idee, één huis is genoeg. Maar we kregen er gewoon nooit antwoord op. Dus ja, nee, iedereen wist natuurlijk. Bernese had het al in de coalitieprogramma staan van 3 jaar geleden. Ze hebben het in oktober 2015 in de raadsvergadering nogmaals bekrachtigd. Dat was naar aandringen van de provincie. Die wilden alle gemeentes uit. Hebben ze nogmaals gezegd, we doen het niet. En dus de week na oktober zit ik met die commissie om het referendum samen te stellen. Willen al die andere partijen die Maassoortgemeente erop hebben? Ja, dan weet ik wel hoe laat het is. Want die denken, die coalitiepartners, zoals ze denken, weet je wat, we gaan allemaal voor die Maassoortgemeente. Die komt er toch nooit. Ja, dus. En dat klopt. En nog even voor mijn beeld, hoeveel partijen heeft Landert? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, okay, nou, valt nog mee. Ja, nou, het zijn er toch 5 te veel. Ja. En Theo, je noemde net zijdelings al even de provincie. Je hebt laatst in het Brabants Dagblad laten optekenen dat je vindt dat Landert eigenlijk een curator nodig heeft. Waarom en wordt daar actie in ondernomen? Ja. Kijk, zolang als Landert door blijft sukkelen, ja, dan sukkelt het door. Ik denk niet dat de provincie snel zal zeggen, we nemen het over. Dan moet het echt weer een schandaal komen. Komt wel een keer. De financiële situatie moet dermate rampzalig. Nee, maar financieel zitten we niet aan de grond. Voor zover als ik het heb kunnen begrijpen. Dus die curator dat... Nee, ja, het zou wel goed zijn, want de Landertse politiek weet echt niet. Die zijn niet in staat om de rijen te sluiten en te zeggen, nou, wat gaan we doen? Volkomen duidelijk dat ja, een kleine puinhoop is. Spencer, de gemeente Uden heeft zich in grote meerderheid wel positief uitgesproken om de herindeling met Landert te gaan onderzoeken. Maar de SP heeft tegen dat onderzoek gestemd. Ja. Waarom? Ja, nou, dat zal ik proberen kort uit te leggen. Er was een adviesbureau ingehuurd en de gemeenteraden hebben een aantal keren zijn die bij elkaar geweest om te kijken van hoe moeten we nou gaan onderzoeken of gaan verkennen of het iets kan worden, zeg maar, zo'n nieuwe grote gemeente. En wat er gebeurde is dat die raden gingen al onderwerpen bedenken en er zaten onderwerpen bij. Dat krijg je op een verjaardagsfeestje niet uitgelegd. En wat daar fundamenteel... Noem er eens één, Spencer. Nou ja, zeg maar, dingen als het op de kaart zetten en het versterken van de positie in de regio. Ik denk op verjaardagsfeestjes, maar ook op andere momenten dat mensen gewoon met elkaar praten. Gaat het over, zijn er genoeg betaalbare woningen of is de zorg goed geregeld? De onderwerpen die mensen direct raken, zal ik maar zeggen, die zijn van belang. Ja, een beetje loze termen zonder echte inhoud. Ja, bestuurlijke scrabble-termen, zal ik maar zeggen. Ons bezwaar zat hem erin dat die raden bij elkaar zaten. Vaak ook nog ergens afgelegen in het buitengebied, niet openbaar. En die zaten van alles voor te koken. En ik heb die term meerdere malen gebruikt. En iedere keer kreeg ik te horen dat ik dat woord niet mocht gebruiken. Het staat gewoon in Van Dalen en het is geen schuttingtaal, dus ik doe het hier maar weer. En dat het van belang is om juist eerst te peilen onder de bevolking, ook in Uden. Want nou, Landert had in ieder geval nog een referendum gehad. In Uden was er helemaal niks. Dus om dat eerst te doen en pas dan de volgende stappen te zetten. Nou, daar ging de hele discussie over. Wij waren helemaal niet zo tegen een verkenning. Want als Landert erom vraagt, waarom niet, zal ik maar zeggen. Hè? Wij willen dat heus wel onderzoeken, maar dan op de goede manier en in de goede volgorde. Dus eerst goede gesprekken met de bevolking in beide plaatsen. En daarna pas onderwerpen die je dan verder uitdiept. Nou, dan was dat adviesbureau, kon dat ook. Dat maakte hun niet uit, want ze verdienen allebei de gevallen geld, zeg maar. Maar de rest van de raad in Uden wilde dat niet. We hebben toen het voorstel in de raad kwam een amendement, zoals dat heet, ingediend, een wijzigingsvoorstel, om ervoor te zorgen eerst naar de bevolking, pas dan uitwerken.
Ja, daar ging de rest niet mee. En toen konden wij niet anders dan tegenstemmen. Dat is eigenlijk het verhaal. Oké, duidelijk. Spencer, heb jij je gedachten over zeg maar, het stemgedrag van de Landertse politieke partijen? Ja, daar heb ik zeker mijn gedachten over. Ja. Deel ze, deel. Ja, nou, ik vertelde net al dat die raden zijn een aantal keren bij elkaar geweest. Om te kijken van hoe moeten we zo'n verkenning in elkaar steken. En daar was een afspraak gemaakt, uiteindelijk. Dat als er partijen waren die iets anders wilden dan er tot nu toe aan de orde was geweest, dan moesten ze dat melden. De enige partij van die twee raden die gemeld heeft, wij willen het anders, was de SP in Uden. De rest was allemaal akkoord. Dus ik ben eigenlijk best boos op een aantal fracties in de gemeente Landert. Dat die op het laatste moment onaangekondigd toch weer de boel op stel hebben gezet. Naam en rugnummer, Spencer. Naam en rugnummer. Nou ja, dat zijn de namen, dezelfde namen en rugnummers als die Theo net genoemd heeft. In die zin zijn wij wel lotgenoten. 5 van de 6. Ja. Nou, niet helemaal waar, want er was een andere partij. Nee, Progressief Landert. Progressief Landert, die hebben... Ja, die was consequent. Trouwens de VVD ook, maar ja, die hebben dus één zetel. Ja. Ja. Dus zeg maar DS97 en RPP en CDA, meen ik. Ja. En die zagen ook al alle kanten opschieten in die voorbereiding. En ik denk, ja, er zat helemaal geen lijn in, geen ruggengraat in. En eigenlijk, mijn vrije tijd is best schaars. En ik heb gewoon 6, 7 avonden verknald. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En ik niet alleen, maar heel veel andere mensen ook. Ja, ja, ik denk dat sowieso voor de hele gemeente Landert en omgeving is dit gewoon, qua politieke vertrouwen, is dit dodelijk, zeg maar. Ja. Maar goed, dat is een andere discussie. Spencer, is duidelijk hè, wat zeg maar de reden van de SP is geweest om tegen te stemmen. Eerst een referendum. Ja, maar... het ging een referendum doe je op het eind, zou ik maar zeggen. Het ging eigenlijk van, ga eens praten met de bevolking, ga eens onderzoeken bij de bevolking wat die belangrijk vinden bij een eventuele opschaling, zou ik maar zeggen. Maar wat is de visie van de Udense SP hierop? Nou, even zonder zeg maar ruggespraak. Ja. Uden is op zich groot genoeg om zelfstandig door te gaan. Het probleem wat Theo net noemde over bijvoorbeeld de WMO en de jeugdzorg die zeg maar door het Rijk over de schutting zijn gegooid bij gemeentes, los je niet op door alleen met Landert samen te gaan. En los je zelfs niet op door ook met Bernese erbij samen te gaan. Want je moet blijven samenwerken met bijvoorbeeld Den Bosch of Os of de nieuwe Meijerijstad. Ja, en daarbij Boekel doet het ook alleen. En hè, dus... het probleem daar is echt heel groot. Ik wil het toch even gezegd hebben, want met het over de schutting gooien van bijvoorbeeld de jeugdzorg, heeft het Rijk ook de lokale democratie aangetast. Want wat daar rond de jeugdzorg besloten en besproken wordt, is heel schimmig. Er zijn allerlei ambtelijke overleggen, er zijn allerlei bestuurlijke overleggen, maar de gemeenteraden hebben er nauwelijks zicht op. Laat staan dat ze er al grip op hebben. En het punt is, de oplossing die dan het eerste voorbij komt bij heel veel bestuurders is opschalen, opschalen, opschalen. Maar dat lost dat probleem niet op. Want zelfs als je opgeschaald bent, moet je met Os en de Bos en Meijerijstad toch en het Land van Kuik blijven samenwerken. Dus opschaling is niet de oplossing voor dit probleem. De oplossing voor dit probleem is gewoon kijken hoe het Rijk het anders moet organiseren. Het veel opener maken hoe je de jeugdzorg bespreekt en organiseert. En daar zit de pijn, zeg maar. Dus dan los je niet op het opschalen. Dus onze visie was, Uden is op zich groot genoeg, met dik 40.000 inwoners. Als Landert erom vraagt om op te schalen, samen een grotere gemeente worden, staan wij daarvoor open. Dit is echt onze. Maar, zeggen we, dan willen we in beide plekken goed onderzoek onder de bevolking, hoe die erover denken, want... En dat is ook een kwestie van democratie. De democratie is niet van gemeenteraden, de democratie is van de mensen. En mensen hebben het recht, vinden wij, om zelf te bepalen op welke schaal ze bestuurd willen worden. En dat is heel fundamenteel. En dat moet je eerst doen. Dat gesprek moet je eerst aangaan voordat je verdere stappen zet. Nou, volgens mij is de gemeente Landert dat is heel duidelijk. Die willen. Ja, die hebben zich al uitgesproken voor... Ja, dus niet. Dus niet, want... ja, de bevolking in ieder geval. Ja. De bevolking wel. Ja. In het referendum koos 23% van het totaal slechts voor zelfstandig blijven. Dus 77% heeft aangegeven dat ze willen herindelen in één van de varianten. En nu? Ja. ja, ik bedoel, in Uden heeft de meerderheid gezegd, wij willen wel. Met onze tegenstemmen, maar ik heb uitgelegd waarom die er was. Ik denk, ja, het is aan Landert om een volgende stap te zetten. En dan bedoel ik aan de gemeenteraad van Landert. Ik bedoel, het zou wel heel dwaas zijn als u er nou op zijn knieën ging liggen van... Hey,
beste gemeente Landert, alsjeblieft, wij willen zo graag groter worden. Nee, dat zou heel raar zijn. Het is aan Landert. Dus de bal ligt bij Landert? Ja, vind ik wel. En nu, Landert? Ja, er komen gewoon volgend jaar weer verkiezingen. En ik ben benieuwd wat de partijen dit keer in hun programma schrijven waar ze zich niet aan zullen gaan houden. Ja, want hoe komt dit vertrouwen nou nog ooit goed? Zeg maar, je hebt net al een beeld geschetst van hoe het eraan toe gaat. Hoe zie jij dat, Theo? Ja, dat is aan de kiezers. Dat is echt volgend jaar. Zullen we zien wat de kiezers ervan vinden. Als die zeggen, nou ja, ik hou er toch wel vertrouwen in die partijen. Dat ze die zeggen, ik wil heel graag herendelen, maar liever niet. En jij, hoe sta jij erin? Met de vereniging? Ja, ik ben inmiddels inwoner van de gemeente Os. Ik woon in Ravenstein. En volgend jaar dan geef ik mijn voorzittersbijltje. Want wij hadden een bijltje, we geen hamer. Okay. En daar geef ik dan aan de nieuwe voorzitter. En als ik jullie zo hoor, hè, ik bedoel, wat dat betreft zitten jullie relatief op dezelfde lijn. Kun je het samen niet oplossen? SP, Jude? Ja, ze zou, bedoel, denk ja, het niet. Is het een verleidelijke gedachte, maar dan zouden wij dezelfde fout maken als we zo'n bezwaar tegen hebben. Dan doen we het over de hoofden van de mensen heen. Ja. Ik bedoel, wij moeten het hier aan tafel niet en ook niet achter een gesloten deur aan tafel met z'n tweeën gaan zitten oplossen. Je moet gewoon een serieus gesprek met de bevolking aangaan daarover. En ik ben blij dat bij de verkiezingen volgend jaar in Uden er gelukkig ook nog heel wat andere onderwerpen spelen dan alleen de herindeling. We gaan het dossier volgen. Volgend jaar mag dus de kiezer mag uiteindelijk gaan bepalen hoe het verder gaat. Aan jullie zal het volgens mij niet liggen. Als het erom gaat, vinden jullie elkaar ongetwijfeld wel. Voor zover dank ik jullie voor jullie komst en de heldere uitleg. Dames en heren, Spencer Zegers, Theo van Duren. Voeg popmuziek samen met Americana. Neem 5 mannen met een voorliefde voor gitaren en je krijgt een alternatieve pop-country band met de naam Big Lake Tiny. Wilt u deze muziek echter in een wat intiemere, akoestische sfeer beluisteren, dan bent u vandaag in Zout aan het goede adres. Voor zijn eerste optreden vandaag is hier het solo-alternatief Little Lake Tiny. Dankjewel. Try to keep afloat and my head warm. Though I can't go back, for hope lays ahead and the dark behind my back. When the storm is nigh, I can but try to sail me through the rolling waves. Rolling waves. Roll. Row, row this boat safely through the storm. Try, try, try to keep afloat and my hands warm. Hope there come a day I'm no longer astray. I find my way back home with the waves so high. I can but try to sail me through the rolling. For hope lays ahead and the dark behind my back. When the storm is nigh, I can but try to sail me through the rolling waves. Rolling waves. Rolling waves. Thank you.
Dankjewel. Dankjewel, Little Lake Tiny. Slopen, bouwen, praten, uiteenlopende belangen, draagvlak en woontorens. Het Ossencentrum beweegt, maar of het de goede richting uitgaat? Hoe dan ook. Als u het wil weten hoe het was, hoe het is en wilt weten hoe hij erover denkt, vraagt onze vaste columnist, stadsgids Jan Nieuwlijn. Goedemiddag, beste mensen. Ik word vandaag een klein beetje over het centrum hebben en heel veel over de Oesterprijs. En dat gaat hierover. Hentje was een doorsnee jongske uit de Vlashoek. Van het Geffenspadje, om maar nauwer te zijn. Hij had een goed verstand, maar gebruikte het weinig. Het stond op een legpitje. Hij verlapsmanste het. Zodoende deed hij op zijn gemak door de zes klassen van de leggere school. De meesters lieten hem heen doen. Er waren geen eer aan te behalen. Het was weggegooide tijd. Hentje die deed wel langer over de zes klassen. In verschillende schooljaren had hij goede naad. Ook laagde hij wel een beetje aan de meester zelf. Bij de toemoel, alle meesters hadden een bijnaam, mocht hij laten zien wat hij allemaal kost. Met grootste gemak liet hij zijn been in zijn nek. En daar lagen er nog bij ook. Hij kost ook met zijn ogen twee verschillende kanten uitkijken. Loens kijken, maar dan buiten bent. Hentje kost veul. En Hentje din veul. Hij din alles. Het was net een tuinslang. Als je hem de ruimte gaf, dan spoot hij alle kanten op. Hentje diende zijn schooltijd uit en na wat bijbaantjes kwam hij bij de post. Zijn professie was kei simpel. S'morgens zijn visstadsen vollooien en als ze leeg waren, was hij klaar. De post was even wel zo slim dat de kwak zo was dat hij de hele dag waren kon hebben. Neffe postboy had hij één grote liefhebberij, dansen. Elke zondag toog hij naar het centrum, naar Hasmeges, naar Rosie, naar Tini Jansen of naar Hotel Luik. Om zijn grote passie te beoefenen. Dansen waar zijn lust en zijn leven. Hij kende alle dansliedjes uit zijn kop. En zo kost hem duk zingend, bestellend tegenkomen. Bij de post maakte hij door de loop van de tijd promotie. Hij ging als besteller A van de polder naar de stad. Ook in het dansen had hij opgang gemaakt. Hij deed zo af en toe voort mee aan danswedstrijden. Hij had gruwelijk getroffen. Goeie werk, met nogal wat aanspraak op de heuvel. En dan daar dansen. Af en toe waren hij de rollen heen. Dan danste hij, bij wijze van spreken, met de post naar de bussen. Nou had de postboy in die tijd zijn vaste rituele plekjes. Op het ene adres ging hij naar het toilet, op het ander maakte hij een protje en bij de korenbeurs, het waren dan zachtjes onmiddag, at hij zijn boterham. Hij kreeg dan een tas koffie en als wederdienst zorgde Hentje voor platte brood en het lestenijds. Zo ging dat dag in dag uit, week in week uit, jaar in jaar uit. Op een dag waren smergens wat motten geweest. Toen de zon er een beetje waterig doorbrook, toog Hentje tegen de middag ter korenbeurzen voor zijn 12 uurken. Hopelijk vergezeld van een bakje koffie van de kastelein. Maar hij kwam bescheten uit. De hele korenbeurs zat vol volk. Er was die een dag een danswedstrijd en Hentje viel door op zijn zachts gezeet met zijn kuntje in de boter. Bij wat geval, ze kwamen een danspartner tekort. Eén van het vrouwvolk kost niet meedoen en daar zaten ze mee. Hentje zag zijn kans schoon en bood zijn eigen spontaan aan. Hij zussen is iets laten zien. Hij zussen een piepje laten ruiken. Hij zette zijn posttas op een stoel, liet zijn pet erop, liet het eten voor wat waar en keek waar zijn danseresje zat, want daar hadden ze het nog niet over gehad. Ze leidden hem naar een stil hoekje en daar zaten ze.
Heintje zijn danskoningin. Je kost er bekant doorheen kijken, zo mager waren ze. Van onder tot boven raagt hem hoog, zonder links en rechts de nodige hobbels. En boven de ogen begroeid met rooi hoor. Net een lantaarnpaal, dacht hij. Maar dansen zak. De competitie begon. Heintje en zijn dansen strootlanterken dienen de foxtrot, de Weense wals, de mazurka, alles wat maar ritme had, sluipten ze bij, gulzig op. Eén ding ontdekte Heintje wel. Ze kon ze zeggen wat ze won, maar dansen kon ze het meidje. Zo licht, zo ritmisch, zo'n gevoel voor muziek, zo vol overgave. Maar niet sierlijk, want daar had ze van onze lieve heer niet meegekregen. Nou, iedere dans vielen er een kwak danstelletjes af en hoe wij de middag vorderden, hoe kwalde de dansvloer weer. Maar Heintje en zijn lelijk Antje bleven steeds in de running. Een belang verhaal kort te maken, ze haalden de finale en ze wonnen de eerste prijs. Godzakker wat feest, Heintje en zijn truiken, want zo hieten ze. Op de foto voor de krant, met een beker in de hand. De andere morgen moest Heintje al in alle vruchten bij een directeur van de post komen. Het eind van het verhaal was niet voor publicatie geschikt. Dankjewel. Dankjewel, Jan Ulijn. Hij is journalist en heeft gewerkt voor diverse Nederlandse media, waaronder de NOS en de Wereldomroep. Momenteel is hij werkzaam als freelance journalist. Hij is specialist op het gebied van Suriname en van Surinamers in Nederland. Mag ik een hartelijk welkom voor Roy Kemraj. Ja, Roy, van harte welkom aan de roemruchte zouttafel. Was je bekend met Os? Nee, ik ben voor het eerst in Os. En? Ik ga straks nog een beetje toeren door de stad. Nou, ik zou vooral zeg maar, die kant op gaan. Dan ja. Kun je zien waar we het net over hadden, zeg maar, een stukje over het Osse centrum hier. Ja, dan denk, interessant. Ja, nou ja, interessant. Ja, daar is in ieder geval heel veel beweging in. Roy, om er een beetje in te komen. Kun je ons een beetje een beeld schetsen van de stand van zaken in Suriname, zeg maar, op economisch, financieel, maatschappelijk gebied, zeg maar, vanaf het moment dat Bouterse president is geworden, 2010, als ik mij... Dat is wel heel veel. Ja, dat is omvattend. Laten we beginnen met de financiële situatie. Heel, heel actueel. De afgelopen week, donderdag, is het voor het eerst sinds 1999 dat het volk in Suriname zo massaal de straat op is gegaan. En dat geeft natuurlijk aan dat er behoorlijk veel mis is sinds in 2010 Bouterse aan de macht kwam als president. De staatskas is leeg, om dat wat preciezer te duiden. Toen de vorige president overdroeg, Venetiaan, was de monetaire reserve van Suriname 1,2 miljard US dollar. En dat is allemaal op. Suriname heeft op dit moment bij 106 instellingen in de wereld, leningen uitstaan, waarvan een deel ook in het binnenland, dus in Suriname zelf, bij particulieren die hun Surinaams geld beschikbaar stellen, zodat die overheid allerlei schulden kan betalen. Maar wat gigantisch slecht uitpakt, is dat natuurlijk al die internationale leningen natuurlijk ook een bepaalde rentepercentage hebben en die moeten worden afgelost. En er is eind vorig jaar een half miljard dollar geleend op de particuliere markt om ook schulden te betalen en de dollars die ze nodig hebben voor de economie draaiende te houden. Roy, als je het dan hebt over zeg maar, private instellingen waar geld van wordt geleend. Hè, is... IMF, daar heeft men geprobeerd. Hè, de Wereldbank, de IDB. Je kan het zo gek niet bedenken. Ook van China hebben ze geld geleend. Overal waar er geld te vinden is. Daarom noem ik dat aantal. Het gaat om 105 instellingen. Ja. Dat is behoorlijk veel. Ja. En de grootste van een half miljard van vorig jaar. Daarvoor, voor die lening moet Suriname elk jaar 50 miljoen dollar aflossen. Dat geld hebben ze niet. Maar wat hebben ze gedaan? De politici van het bewind Bouterse. Die rekenen vooruit. Want er is goud in Suriname. Er is een nieuw goudbedrijf opgezet. En als alles goed loopt,
zal dat bedrijf tussen de 50 en 60 miljoen aan winst genereren. Nou, dat beginnen ze alvast uit te geven. Het is een staatsbedrijf? Dus het is een gecombineerde staatsbedrijf. Dus op die manier wordt er politiek gevoerd met 's lands financiën. En dat pakt natuurlijk totaal verkeerd uit. Ik ga elk jaar rond de feestdagen naar Suriname. Als ik stel, het ene gat wordt met het andere gevuld? Ja. En daarbij krijg je dus een vreselijke geldontwaarding. Ik ga elk jaar met de kerst naar Suriname. En ten opzichte van het jaar daarvoor heb ik meegemaakt dat de Surinaamse gulden met 60% is gedevalueerd. Dus een potje kalvee pindakaas. Surinamers houden van kalvee pindakaas en verkade chocolade. Ja. Dus de historie zit heel diep het in het land. Het zijn Nederlanders wat als, als ik iemand een cadeau wil doen in Suriname, dan moet ik specifiek een Unox rookworst meenemen. Het mag niet van een ander merk zijn. En de ruiterhagenslag, dat zit zo ingebakken in die mensen. Dus ook met een stroopwafel kan je daar mensen plezier doen. Maar goed, om terug te komen op het potje kalveepindakaas. Nou, ga maar aanstaan als dat 3 tot 4 keer duurder is. En ik wissel mijn euro's en krijg daar 8 Surinaamse guldens voor en ik kan dat kopen. Maar iemand die 1000 gulden Surinaams verdient, die moet zijn hand wel 2 keer omdraaien voor die besluit of je dat potje pindakaas wel of niet zal kopen. Dus die druk is financieel-economisch heel groot voor de samenleving. En dan heb ik het nog niet eens over de schade die dat oplevert aan het stelsel van de samenleving. Gezondheidszorg, slecht onderwijs, grote kaalslag van moraal en fatsoen in het land. Er zijn geen democratische waarden. Als journalist volg ik dagelijks de nieuwsgeving. Er is geen persvrijheid in Suriname. Waarom? Omdat er zelfcensuur is. Men durft niet zaken openlijk aan de orde te stellen. Angstcultuur. En de rol van de journalistiek als de vierde macht die democratie en rechtsstaat hoort te controleren, die is totaal weggevaagd. En ja, en dan heeft de boevenbende rond Bouterse vrij spel. Want dat is het sinds 2010 geworden. Bouterse, van wie ik had gehoopt dat hij met dat presidentschap spijt zou betuigen van wat hij in het verleden heeft gedaan. We hebben nog de ballast van het 8 december dossier, dat strafproces dat nog steeds niet is afgerond. Nou, als hij als goed mens tot inkeer had willen komen, dan had hij die functie van het presidentschap kunnen gebruiken om te laten zien wat hij altijd heeft beloofd. Ik zorg ervoor dat Suriname, een land dat 5 keer groter is dan Nederland, maar slechts 500.000 mensen heeft, net zo mooi wordt als Singapore. Integendeel is dat helemaal. Het is onvoorstelbaar hoe dat zo in vooral de laatste 3-4 jaar zo is. Als ik jou daarover wil zeggen, Roy, zeg maar dat je wel de hoop had, zeg maar, dat Bouterse die kans zou pakken. Had je echt dat gevoel? Ik had echt dat gevoel dat hij nou eindelijk zou laten zien, ik ben president en wat ik in al die jaren niet heb kunnen doen sinds ik in 1980 mijn staatsgreep pleegde, dat ik nu die gelegenheid gebruik om te laten zien dat ik het werkelijk meen met het volk van Suriname. Met jou velen? Nee, ik was een van de weinigen, eerlijk zeggen. Maar het is ijdele hoop gebleken, want waar het bij Bouterse werkelijk om gaat, is niet het belang van goed onderwijs. Ik heb een mooie jeugd gehad in Suriname. Toen ik klaar was met de middelbare school, had ik een naadloze aansluiting op de universiteit in Nederland. Maar een kind van 5, 6 jaar dat nu naar de lagere school gaat, heeft geen toekomstperspectief. De gezondheidszorg is slecht. En waar draait het allemaal om bij Bouterse? Levensbehoud. Hij doet er alles aan om te voorkomen dat hij in de beklaagde bank terechtkomt, waar hij moet aanhoren dat hij schuldig is geweest aan de moord van 15 critici op zijn bewind op 8 december 1982. Want als we hier, Roy, inderdaad vanuit Nederland gaan kijken, dan heb ik het even puur over mezelf, dan komt de vraag heel makkelijk naar boven van waarom is dat proces nog steeds niet begonnen? Waarom is er nog steeds geen uitspraak? Waarom duurt het zo lang? Dat proces is in 2007 wel begonnen, maar de krijgsraad in Suriname, dat moet ik aan de ene kant wel zeggen, is zeer zorgvuldig in het afleggen van de stappen tot aan het eind. Dus dat de openbare aanklager de resecutoire uitspreekt. Maar daartussenin heeft de Surinaamse wetgeving, of kent de Surinaamse wetgeving, allerlei hiaten en gaten die door de verdediging van Bouterse handen worden uitgespeeld om het proces
te vertragen. En er zijn tot twee keer nogal stevige middelen ingezet om dat te bereiken. De eerste was in 2012. Toen heeft de meerderheid in het parlement een amnestiewet ingediend. Alle 25 schuldigen aan 8 december die gaan dan vrij uit, want het parlement heeft ze gratie verleend. Dat is afgewezen. Uiteindelijk, maar dat duurt allemaal heel lang, want het gaat met... En toen heeft... vorig jaar is toen een beroep gedaan op een artikel in de Surinaamse grondwet, 148. De veiligheid van de staat Suriname is in gevaar, dus verordoneert de openbare aanklager of de procureur-generaal dat het proces stopgezet moet worden. En in die fase verkeert het nu. Maar ik heb wel hoop dat het tot een eind komt. Waarom hoop ik dat dat ook daadwerkelijk... Het gaat dus mij niet om... moet Boutersen achter slot en grendel. Maar voor de samenleving is het heel erg belangrijk dat de mensen weten, en ik wil dat ook weten, wat er op 8 december is gebeurd. En alleen uit onafhankelijk onderzoek kan dat blijken. Dus ik wil de openbare klager horen uitspreken, de reconstructie van 7 en 8 december. En als ik dat weet, als de Surinaamse samenleving dat weet, dan pas kunnen wij ons bezig gaan houden met de vraag: moet deze 71-jarige opa nog achter slot en grendel of niet? Maar dat is nog één brug te ver. We wachten op de afronding van het proces. Er kunnen nog allerlei beren weer op de weg komen. Maar dat het tot een afronding komt, daarvoor is genoeg draagvlak in de Surinaamse samenleving. Wij moeten alleen dat geduld opbrengen. En de mensen die staan voor rechtsstaat en democratie, die hebben al heel lang genoeg al dat geduld opgebracht. Dus dat kleine beetje kan er ook nog bij, zeg ik dan maar. Laten we het hopen. Wat onze redactie opviel, Roy, je refereerde net al heel kort aan die protesten die er zijn geweest. Is dat daar... in die protesten waren veel oudere mensen. Die jongeren die steunen Boutersen een beetje wel. Hè? Ja, nou, kijk... Je moet kijk, in tijd gaat het straks om bijna een halve eeuw. Hè? Ik bedoel, de decembermoorden waren in 1982. Er is ondertussen een generatie volwassen geworden in Suriname. Een generatie totaal onbekend met wat er in de jaren 80 in Suriname is gebeurd. En gek genoeg, het zijn diezelfde mensen uit de jaren 80 die nu weer de touwtjes in handen hebben. Want wat heeft Boutersen gedaan toen hij president werd? Bij gebrek aan kader heeft hij al zijn oude vrienden bijeengehaald en ze overal verspreid bij ministeries, in raden van bestuur, in raden van commissarissen. Dus dat is een soort oligarchie geworden van vrienden die elkaar toedekken en de naam van Boutersen misbruiken om hun macht te legitimeren of te laten doen gelden. En voor die jongeren, hè, want de politiek in Suriname van daarvoor, men noemt dat de oude politiek, hè, dus... Dan, om het met Nederland te vergelijken. Hè? Dus de tijd van Den Uyl, Hans Wiegel, Van Melo. Nou, voor de jongeren spreekt Suriname, voor de jongeren Suriname spreekt dat niet tot de verbeelding. En Boutersen is altijd voor hun de showman, populist. Hè? We hebben hier hele discussies over het populisme. Volgens mij is dat in Suriname uitgevonden. Want de populariteit van Boutersen is sindsdien alleen maar gaan groeien. Omdat die jongeren niks op hebben met die oude politici. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is dat die politici, die toen democratisch waren gekozen en de macht in handen hadden, schromelijk hebben verzuimd om de jongere generatie ook normen en waarden bij te brengen als het gaat om rechtsstaat en democratie. Dus wat de regering Venetiaan in 15 jaar heeft verzuimd, is de geschiedenis van de jaren 80 naar de schoolbanken brengen. En doordat dat niet is gebeurd en niemand openlijk dingen durft te benoemen en te bepraten, ja, dan gaat zo'n jongere generatie hangen aan de persoon van Boutersen en is Boutersen voor hun alles. En wat je dus nu ook ziet bij die straatdemonstraties, die jongeren die zijn nog niet in beeld. Het zijn voornamelijk de oudere mensen, hè, die kostwinners zijn, die in het onderwijs zitten of anderszins, die moe zijn van deze situatie en de straat opgaan. Suriname wordt nog net niet vergeleken met de toestanden in Venezuela, want
Daar is er een hyperinflatie van 700-800%. Suriname zit op tussen de 60 en 70. Dus in die zin is er nog een lange weg te gaan. Maar gelukkig. Ja. Qua bevolking kan je dat ook niet vergelijken. Suriname is een dorp. Dus het effect van wat er allemaal gebeurt voor die gemeenschap aan politiek beleid is wel heel groot. Ja. Nou heeft zeg maar dat bijna stilleggen van het proces tegen Bouders heeft ook consequenties gehad in de relatie met Nederland. Als het goed is, is er ontwikkelingsgeld is stopgezet, ambassadeur is teruggeroepen. Cijpelt dat dan ook door naar Suriname zelf? In de verhoudingen bedoel ik dan? Die verhouding is zo goed als dood. Sinds Rutte aan deze kant aan de macht kwam en Bouterse in Suriname aan de macht kwam als president, is er geen politiek contact, anders dan de plichtplegingen die nodig zijn in het kader van de, want dat is er wel, hè. Suriname heeft officieel diplomatieke betrekkingen met Nederland, maar de intensiteit van die betrekkingen wordt bepaald door een vrij hechte personenverkeer tussen Suriname en Nederland. Veel Surinamers hebben ook de Nederlandse nationaliteit. Een groot deel woont ook in Suriname. Dus je moet je voorstellen dat de Nederlandse ambassade in Paramaribo belast is met de uitvoering van sociale verzekeringswetten, visum, paspoorten en al dat soort dingen. Maar dat is zeg maar het ambtelijke gebeurt, maar op politiek vlak totaal niks meer. Ik moet ook zeggen dat ondertussen in politiek Den Haag een generatie is aangetreden in de Tweede Kamer die niets op heeft met Suriname. Het laatste Tweede Kamerlid dat echt betrokken was bij Suriname is Harry van Bommel van de SP. Die is nu ook weg. En in de nieuwe samenstelling zie ik dus niet een bijzondere liefde of aandacht voor Suriname. En ik zie dat ook niet in het kabinet dat nu geconstrueerd wordt tussen de partijen. Want tegen die achtergrond, Bert Koenders, de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken, die is de enige geweest die goed aanvoelde wat er met Suriname moest gebeuren. Bijvoorbeeld op maatschappelijk vlak heeft hij vanuit zijn portefeuille de twinningsfaciliteit geoperationaliseerd. En twinning is een heel goed instrument geweest waarbij zeg maar een middelbare school in Suriname kan samen met een middelbare school hier en projecten kan uitvoeren. Hij heeft heel goed gewerkt voor de samenleving, dus buiten de overheid om het maatschappelijk vlak in Suriname, in contact brengen met het maatschappelijk vlak in Nederland en goede dingen doen. Nou, dat is er nu ook niet meer. En ik zie Nederland geen bijzondere politieke belangstelling meer ontwikkelen voor Suriname, anders dan de noodzakelijke plichtplegingen. In het verleden is dat wel anders geweest, want in het paarse kabinetten is er vooral vanuit het CDA vrij stevig geïnvesteerd in het herstel van rechtsstaat en democratie in Suriname. En ook met de ontwikkelingshulppot, dat was een verdrag, de gelden moesten besteed worden voor bepaalde projecten. Dan is dat allemaal goed gegaan. Maar aan de andere kant heeft de regering in Suriname verzuimd door te zetten. Nederland heeft achter de schermen alles gedaan dat het Bouterse proces kon aanvangen. Maar Suriname heeft verzuimd de interne organisatie van de rechterlijke macht ook daarop af te stemmen, zodat, net zoals in Nederland, een stevig proces meteen wordt bepaald. We gaan dat in de komende 3 maanden doen. Dat is dus niet gebeurd in Suriname met alle gevolgen van dien. En ik ben benieuwd, als er straks een nieuw kabinet is, of er wel iets gaat gebeuren richting Suriname. Ik denk het niet, want ik bedoel, dat staat ook als een paal boven water. Zolang Bouterse president is van Suriname, en dat zal tot 2020 duren, zie ik Nederland geen enkele beweging maken richting Suriname. Is Bouterse natuurlijk ook veroordeeld voor drugsmokkel? Dat zit er ook bij. Maar wat je wel ziet, en dat vind ik wel een leuke ontwikkeling, ondanks Bouterse van Melo of Frits Bolkestein, die heeft ooit geroepen, Suriname is een roversnest, hè, vanwege die drugs van Bouterse en de 8 decembermoorden. Dus autochtone Nederlanders moesten niks hebben van Suriname. Hè? Want voorzichtig, het is een roversnest. Toen de democratie hersteld was en de economie weer ging opleven onder president Venetiaan, zijn er heel veel studenten uit Nederland naar Suriname gegaan om hun stage te lopen in het onderwijs, in de gezondheidssector.
En het gevolg daarvan was dat in hun stage ook de ouders, familie en vrienden even op vakantie kwamen. En die zijn gaan houden van het land. En wat je dus nu krijgt, is dat er heel veel Nederlanders in Suriname in het maatschappelijk gebied betrokken zijn. Ze leveren een bijdrage voor de gehandicaptenzorg, autistische kinderen. Op scholen wordt er stevig geïnvesteerd. En er zijn ook kleine ondernemers die bedrijfjes opzetten. Dus er kan veel meer in die relatie Nederland-Suriname. Richt jij daar je hoop politiek op, maakt dat onmogelijk. Richt jij daar je hoop op? Want als ik jou zo hoor, hè, ja, eigenlijk is het een vrij troosteloos beeld, hè, wat er geschetst wordt van Suriname. Ja, nee, het is... Maar richt jij dan je pijlen inderdaad op die groep Surinamers, die vanuit Nederland daar naartoe gaat en zo het, probeert het, zeg maar, het land... Het biedt kansen, ja. Heel veel zelfs. En je kan het tot in detail verder gaan uitwerken. Ik heb kennis gemaakt met een Nederlandse meneer die een gigantisch grote sinaasappelplantage in Suriname heeft opgezet. Import uit Brazilië. Kijk, dat zijn investeringen die ertoe doen. Er is een Nederlandse meneer die daar een sucade en een ananasfabriek heeft opgezet. Dat zijn investeringen die ertoe doen. He, dus dat particulier initiatief moet verder aangemoedigd worden, ondersteund worden. Nederland zou vanuit economische samenwerking ook daar een rol in kunnen bijdragen. Maar ja... Ja, zolang Bouters, als je de naam Bouters in politiek Den Haag noemt, dan gaan alle deuren dicht. En daarom zeg ik, dat zal zo blijven, totdat er iemand anders aan de macht komt. Maar, dan moet je niet onderschatten, komt er een andere president of een nieuwe regering in 2020, dan is de ellende nog niet over en uit, want die regering zit opgescheept met de rotzooi van de regering Bouters. Dus wat men heeft gedaan, is een zware hypotheek op de toekomst van het land Suriname. En daarom zeggen die kinderen die nu naar school gaan, die hebben daar echt geen toekomst. Dus ik denk niet dat ik de tijd meer zal meemaken dat het ooit weer goed komt. Het klinkt heel zwartgallig, maar dat is de realiteit. Dat is realistisch. Ja. Nou Roy, dankjewel voor jouw komst en je uitleg over Suriname. Ik hoop, en jij waarschijnlijk ook, dat jij die tijd nog wel mee gaat maken. We moeten altijd blijven hopen. Maar in ieder geval moet daarvoor Boutersen het veld ruimen, vrezen we. Het gaat niet alleen om Boutersen. Het is maar een heel systeem. Het hele systeem. Ja, maar hij is de personificatie van een systeem dat totaal corrupt en verrot is als het gaat om democratie en rechtsstaat in Suriname. Dus it will take a lot of time to get that good. Let's hope so. Okay. Dames en heren, Roy Kemmeradje. De grote vijfmansformatie heeft begin 2017 enkele eigen nummers uitgebracht die u kunt vinden op de Boat EP en Spotify. Vandaag doen we het met zanger en gitarist Adrie Kouwenberg onder de naam Little Lake Tiny. Dankjewel. Oh, I wonder what you were dreaming. Grew up to be my dad. Little things in life make you glad. Oh, as a young child, I felt safe in your embrace. You were my hero, no one could replace. Oh, I think you weren't happy when I grew up and make a mess. Just try to find my own way, I guess. When you were angry by all the stupid things I did, I still knew you'd always love your kid. There's so much I'd like to say, but all the love and all the pain, but all the things never said between you and me, Dad. Oh, now the roles have shifted, and I grew up to be like you. I see that in a lot of things I do. And you, a shadow of the man you used to be, know that I love you as you love me. There's so much I'd like to say, but all the love and all the pain, but all the things never said between you and me, Dad. There's so much I like to say,
But all the love and all the pain, but all the things never said between you and me, dear. I like to say that all the love and all the pain, but all the things never said to you and me, dear. There's so much I like to say, but all the love and all the pain, but all the things never said between you and me, dear. Dankjewel. Dankjewel. Natuurbestrijder, herindeler, fietser, schaker, verteller en wat dies zijn meer. Waar hij het over zal gaan hebben, weten we niet. Wel dat hij hier altijd met opgeheven hoofd kan staan. Uw aandacht voor onze vaste columnist Theo van Duren. Goedemiddag. Ja, trouwens, ik was er al een keer. Zometeen gaat de discussie over voltooid leven en daar heb ik een tijdje geleden tijdens de verkiezingen een column over geschreven en die heet Appeltje Eitje. Deze verkiezingen draaien om empathie, zei een politieke duider tijdens een van de vele uitzendingen over de verkiezingen. En inderdaad, een dag of wat later zag ik Alexander Pechtold in Nieuwsuur empathisch spreken over de wet voltooid leven die uit de koker van D66 komt. Die moet er nog doorheen natuurlijk. Hij had het over respect, over de doodswens van ouderen, over zelfbeschikking, over het recht op een waardig einde. En dat we in een beschaafd land toch niet moeten willen dat mensen in wanhoop dan maar voor de trein springen. Verder maakte hij duidelijk dat het een weloverwogen besluit moet zijn, met het volle verstand genomen en dat er sprake moet zijn van een langdurige wens, geen opvlieging. Het gesprek verliep eigenlijk best wel lekker voor Pechtold, tot er een man uit het publiek hem overviel met de vraag waarom de grens op 75 jaar lag. De betreffende man was 57 en die wilde ook dood. En die vroeg waarom hij nog 18 jaar moest wachten. Een seconde of vijf keek Pechtold de man glazig aan en zei toen vol mededogen: dat is heftig. En ik hoorde hem denken: kut. Sorry. Want ja, waarom eigenlijk niet? Waarom gezonde mensen van 75 wel een pil verstrekken en een 57-jarige niet? En je kunt erop wachten, zodra het geregeld is dat 57-jarigen het ook mogen, dat dan worden dus de criteria aangepast. De juiste deskundigen zijn inmiddels weer aangesteld en dan verschijnt er in een praatprogramma een kerngezonde struise meid van 20 die dood wil en echt geen 57, 37 jaar wil wachten. Die bui zag Pechtold hangen, dus antwoordde hij wederom zeer invoelend, begrijpend en ernstig kijkend, zo vaag mogelijk met: in een beschaafd land moeten we dat in de toekomst toch ook bespreekbaar kunnen maken. De aarzeling van Pechtold maakt het probleem duidelijk. Alles is arbitrair. Dat we ons met het afschaffen van God met dit soort kwesties lelijk in de voet hebben geschoten, werd ons een half jaar eerder al stevig ingevreven door Kees van der Staaij van de SGP, toen hij in De Wereld Draait Door over hetzelfde onderwerp sprak. Ik snap waarom hij altijd zo blij kijkt, want hij en zijn christenbroeders en zusters, die hebben God aan hun zijde. En dat maakt het wel zo gemakkelijk als je moet beslissen in zaken als deze. De mens wikt, God beschikt. Zijn wil is wet en daar zijn ze heel consequent in. Dus ook als God vindt dat 3 zetels eigenlijk wel genoeg is voor de SGP, gaan ze zonder morren akkoord. De kwestie voltooid leven is voor hen dan ook appeltje eitje, want Gods woord is helder, alle leven is heilig en moet beschermd worden. Dat is een duidelijk principe waar je in alle heikele kwesties over leven en dood aan vast kunt houden. Of het nu gaat om een foetus van 12 weken, een meid van 20, een man van 57 of een vrouw van 85 jaar oud. Dus wat zei Van der Staaij tegen de hoogbejaarde man
die met hem aan tafel zat en die te kennen had gegeven dat hij heel graag dood wilde. Hij zei, u bent waardevol. Wij willen u niet kwijt. En hij sloeg een arm om diens schouder. Daar kun je schamper over doen. En dat gebeurde dan ook volop in de sociale media en ook tijdens de verkiezingen. En hoewel ik me ook graag vrolijk maak over onze gereformeerde broeders, doe ik dit keer niet mee. Ik probeer me de dag voor te stellen dat ik het helemaal beu ben. En nadat ik mijn relaas heb gedaan aan de deskundigen en dan te horen krijg, hier hebt u de pil, meneer Van Duren. U hebt ons overtuigd. Uw leven is inderdaad zinloos. Ik sluit niet uit dat ik na het inslikken van die pil in al mijn eenzaamheid toch even moet denken aan Kees van der Staaij en me met enige spijt afvraag, God o God, waarom heb ik u verlaten? Dank je wel. Dank je wel, Theo, het wachten waard. Dames en heren, het is weer tijd voor de roemruchte Zoutquiz. Deze keer een korte versie die geheel in het teken zal staan van het al aangekondigde afscheid van onze samenwerking met Leuke Bands. Al enkele jaren verzorgden de heren van Leuke Bands onze muziekprogrammering met verven en succes. En graag nodig ik uit op dit podium de twee heren die Leuke Bands een gezicht en een stem geven. Rob Wijnouds en Thijs van Dam. Een beetje afstand. Ja, anders kunnen jullie de goede antwoorden al zien natuurlijk. Hè? Hey, jongens, fijn dat jullie er zijn. De gelegenheid is natuurlijk een officieel afscheid. Maar ik heb de indruk dat wij elkaar af en toe nog steeds wel de helpende hand kunnen toesteken, toch? Dat lijkt me wel. Mooi. Nou, in ieder geval jullie vanuit deze plek nogmaals ontzettend bedankt voor al die jaren samenwerking. En ik wens jullie uiteraard ontzettend veel succes met Leuke Bands. En als wij jullie kunnen helpen... Ik klop aan, dat mogen heel duidelijk zijn. Dames en heren, ik wil graag een applaus voor Thijs en Rob. We gaan een heel kort quizje doen. Vier meer keuzevragen, twee voor elk. Vier open vragen. Als zodra we bij de open vragen zijn, neem dat zoutvat ter handen. En sla zo hard mogelijk op tafel als het goede antwoord denkt te weten. Maar zoals altijd, voordat we met een quiz beginnen, vraag ik aan de kandidaat om zichzelf even kort voor te stellen. Rob, mag ik met jou beginnen? Dat mag zeker. Ik ben Rob Wijnert. Ik ben leerkracht op basisschool Hettige Johanna, locatie A hier in Os. Ik woon inmiddels in Bergen, maar ben geboren in Ravenstein, waar mensen naartoe trekken, gaan ook mensen weg, helaas. Ik ben in Bergen komen wonen om steeds dichter naar Os te trekken. Dat is dan ook weer mooi vertaald. Ik heb een grote hobby en het is leuke dingen organiseren. En dan hoort daar Leuke Bands bij. Tegenwoordig hebben we ook een mooie nieuwe stichting, Stichting Hart voor Live Muziek. Misschien kennen de mensen hier Rockronde, een evenement dat inmiddels 3 keer in Os is geweest. De PR voor Muziekboulevard organiseren wij nu voor het 3e jaar, of het 4e alweer, ik ben het al kwijt. En het 3e jaar, daar weet Thijs dan weer. En op mijn verjaardag dit jaar, de eerste zaterdag van juni, gaat er iets plaatsvinden wat hopelijk onze trots gaat worden. Wij hebben er alle vertrouwen in. Het is het Bourgondival van Streek bij Boer Spierings. Dus noteren, zaterdag 3 juni van 1 tot 1 bij Boer Spierings. Zuipen, eten en muziek? Nee, sfeer. Sfeer. Wij houden heel beschaafd. Ja. Dank je, Rob. Ja, Rob laat weinig van mij over aan op dat vlak om toe te voegen. Ik ben Thijs van Dam, geboren en getogen in Os, nog steeds woonachtig. En mijn gezamenlijke gedeelde hobby met Rob is inderdaad het organiseren van allerlei dingen op muzikaal gebied. Dus... korte noten erop. Ja. Kort en krachtig. Dank jullie wel. Dan gaan we met de quiz beginnen. Ik heb hem zojuist uitgelegd hoe het zal gaan. Natuurlijk nog een klein detail. Jullie hebben ook zoutvaatjes nodig. Ik weet niet of we een quiz missen. Jazeker, de quiz mis. Marianne. Nou, het zijn allemaal vragen die betrekking hebben op jullie en je hobby's. Dan wel zijdelings, dan wel direct. Het is vooral voor de lol. Thijs, vraag 1. Jullie houden beide wel van een glaasje of flesje whisky. Nou, ik heb vooraf gehoord dat vooral jij de whiskydrinker bent en Rob meer van het bier. Maar goed, allebei plezier. En whisky hou je inderdaad bij een glaasje. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Ja. Nou, er bestaat veel onduidelijkheid over de spelling van dit drankje. Als kenner moet jij deze vraag weten. Wat is de correcte spelling van whisky die uit Schotland komt? Ja, dat is zonder E ertussen. Is dat... Ja, het zijn meer keuzevragen. Oh, sorry.
Is het antwoord E, whisky? Antwoord B, whisky? Of antwoord C, whisky? Oeh, ja, dat maakt het me wel moeilijk. Ik denk B. Dat is jammer, het was C. Oh, dat is toch waar, ja. Maar je had hem al, ingekopt, dus je weet hem inderdaad. Ja. De correcte spelling inderdaad voor Schotse whisky is zonder E. Ja, ik ben toevallig afgelopen januari nog in Edinburgh geweest om te proeven. Dus, ja, dat is geen toeval, hè? Nee, dat was geen toeval. Nee. Maar goed, maakt stand desalniettemin 1-0. Vraag 2, Rob. Als leraar dien jij je leerlingen correct te leren spellen. Wat is de correcte wijze waarop we in Nederland whisky spellen? Is dat antwoord A, whisky? Antwoord B, whisky? Of antwoord C, whisky? Antwoord E. Weet je hoe het gespeld wordt? Dan met een E. Nee. Oh, oké. Okay. Nee, het is in dit geval antwoord B, maar dat maakt niet zoveel uit. Nee. Dat wist je niet. W-H... Dat wist ik niet. Oh, sorry. Nee, ik vind hem wel goed. Het is W-H-I-S-K-Y. Oké. Okay. Ja, dus zonder E. Ja. Ja, op zijn Schots. Op zijn Schots. Ja. Maakt stand 1-0. Thijs, tweede mijn keuzevraag, laatste voor jou. Als organisatoren van de rockronde hier in Os moet rock een belangrijke factor zijn in jullie leven. Wat wordt er bedoeld met de term British Invasion? Is dat antwoord A, de periode begin jaren 60 vorige eeuw toen de Mercy Beat met onder andere de Beatles de wereld veroverde? Antwoord B, die keer toen de Rolling Stones in 64 hun optreden in het Kurhaus te Scheveningen moesten staken omdat er na 4 nummers totale chaos uitbrak? Of antwoord C, altijd als het nationale elftal van Engeland uitspeelt, mag het ontvangende land zich verheugen op een horde supporters, oftewel een British Invasion. Ja, dat is wel allemaal mijn tijdsvak natuurlijk. Is. Dan ga ik toch voor antwoord A. Ja, dat is niet te missen, dat klopt inderdaad. Mercy Beat met onder andere de Beatles. Het is gewoon een goede antwoord, mag gewoon voor geapplaudisseerd worden. Maakt stand 2-0. Rob, ook aardrijkskunde is onderdeel van jouw kennisoverdracht als leraar. In Australië ligt een rots met een voor de oorspronkelijke bewoners heilige betekenis. Hoe heet deze rots? Is dat antwoord A, Rocky Balboa? Antwoord B, Ayers Rock? Of antwoord C, Rock Opera? Dan ga ik voor B. Ik moet er wel één ding bij zeggen, Stijn. Ik heb groep 6 en jij zit echt boven mijn niveau. Oh. Dus als ik hem goed heb, vind ik het wel knap. Ja, je hebt hem goed. Dat is het goede antwoord. Wel knap. Het is de spanning terug. 2-1. Heren, we gaan naar de open vragen. Neem dat zoutvat ter hand. Komt-ie. Vraag 1. Van wijnhout naar wijn. Hoe lang drinken we al wijn afgaande op de eerste sporen die zijn gevonden? Dat is gewoon een gokje, hoor. 2500 jaar. Helaas. 2499. Nee, ja. Nog niet eens in de buurt. Oké, okay, dan. 3000 jaar. Nou, jij komt het dichtst in de buurt erop. Het is 7000 jaar. Okay, okay. Maar goed, het maakt niet uit. Wie het dichtstbij is, die krijgt in dit geval het zoutvaartje. En als dat niet zo zou zijn, dan bepaal ik dat bij deze. Maak de stand 2-2. Nummertje 2. Van Dam naar Stuwdam. Wat is de grootste stuwdam ter wereld en in welk land ligt deze? Thijs. Hoeverduim in Amerika. Nee. Dan zo dichtbij mogelijk, Rob. Dat is een bovengroep 6 niveau. Ja, ja, precies. Ja. Ik loop een beetje vast. Ik heb geen idee. De drie kloverdammen in China. Nou, dat is boven niveau, inderdaad. Ja. Ja. Het grote verhuisproject. Ja. 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 Laat stand 2-2. Vraag 3. Wat wordt er in de auto-industrie bedoeld met een zogenaamde mule? Zelfs boven niveau groep 7, denk ik. Ja. Ik heb geen idee. Nee? Geen idee? Nee. Nou, dat was voor mij ook een nieuwe, hoor, trouwens. Maar het antwoord is een type auto wat niet te koop is, maar een voorloper is van een nieuw model, maar nog steeds met de oude koets eroverheen. Kijk. Ja, dat hebben we allemaal iets geleerd hier, hè? Ja. Blijft stand, 2-2, dan gaan we naar de beslissende. Hoe spannend. Op welke dag vieren we de dag van de leraar? Rob. Het is in oktober. Ja, dat klopt. En nu moet ik heel diep nadenken. Het is de dag na... Ja, 5 oktober. Juist. Ja. Godsamme. Het is 6 oktober dus. Het is de dag na 5 oktober.
Nee? Heel scherp. Toch heel wel. Scherp, dat is fout. Ja, dat is fout, Rob. Was het een goede dag? Oh, het mag. En dan gaat het erom wat het dichtstbij is. Dan zeg ik 6 oktober. Ja, het is 5 oktober. Oh, ja. Dat nou, dames en heren, dat maakt Rob tot de terechte winnaar van deze zoutquiz. Wat betekent dat jij het prachtige zoutvaatje meeneemt? Maar natuurlijk moet die gevuld worden, aangevuld worden door jouw partner. Maar omdat het een afscheid is, hebben we nog iets speciaals voor jullie. Ja, ik heb dus voorafgaand aan zout gehoord dat helaas alleen Thijs dus blijkbaar de whiskydrinker is. Dus je zult het ermee moeten doen, Rob. Ja, komt goed. Komt goed. Alsjeblieft, geniet ervan samen. Dames en heren, Thijs van Dam, Rob Wijnhout. En alweer voor zijn laatste optreden deze middag is hier Little Lake Tiny. Adrie, even kort, waar komt de bandnaam vandaan? Een fantasiebandnaam. Moest een beetje Amerika, dat gevoel van Amerika hebben, maar ik vind het ook een grappige naam. Het is ook een tegenstelling tussen Europa, Amerika, country, popmuziek. Voor mijn gevoel komt dat erin terug. Dankjewel. Hey, wanneer kunnen we jou dan wel de grote formatie zien? We hebben nu een cd-tour. Het cd is net uit. We spelen Deurne, Bokstel binnenkort. 31 mei spelen we hier weer in de Groene Engel met de hele band. En op 2 juli spelen we op het Zoutkoorts Festival. Dat is ook toepasselijk, hè? In Bergen. Yes. Mooi. Dankjewel, dames en heren. Voor zijn laatste optreden deze middag is hier Little Lake Tiny. Dankjewel. Just sit here in the cold December sun, trying to write you a winter's love song. But it's too late since you left me here. There's nothing else to do than to wait and write this song for you. Feel like a fool now under this bright blue sky, wondering why I've let life pass me by. But it's too late since you left me here. There's nothing else to do than to wait. Write this song for you. And I keep hoping they play this song on the radio, so I can be gone when you're thinking of coming back home. By like so many times before, always pushing my buttons, always taking me for granted, always wanting more. Oh, and you hear me on radio 1, 2, 3, or 4. Don't come knocking on my door, 'cause I'll be gone, won't come back no. And I keep hoping they play this song on the radio, so I can be gone when you're thinking of coming back home.
Dankjewel, Os. Tot ziens. Dankjewel, Little Lake Tiny. En zoals altijd staan ze alweer klaar. Op tekst van Johan Berends, op gitaar begeleid door Leon, is hier Willeke met het Zout Slotlied. Nederland en Suriname waren jarenlang een paar. Zijn gescheiden al een tijdje, toch verbonden met elkaar. Ik gun mijn ex het allerbeste, een baas met een prachtig plan. Waarom maken zij een keuze voor die ene foute man? Zijn de macho's soms verblind dan door die ene foute dom? Verstand is daar uitgeschakeld, kiezen voor testosteron. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten, bidoua, bidoua, bidoua. Gaat het landert ooit nog lukken? Komt de maasworst uit het bos? Gaan de buren in de wagen? Of is het span al totaal los? Ze zeiden al in Bernese, dank, wij doen het wel alleen. En de eigen coalitie zendt nu ook al Uden heen. De kiezer zit nu met een kater, politiek is er geklooid. Welke dokter gaat het zeggen? Landerts leven is voltooid. Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten, strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten, bidoua, bidoua, bidoua. Als ik stoppen wil met leven, heb ik recht op juist die pil. Ik kan zelfstandig kiezen, respecteer dan ook mijn wil. Als ik kwetsbaar en alleen ben en geen kind mij gedag zegt, is mijn wens dan een oprechte of uit eenzaamheid de weg? Verhuist hij mij dan met een drankje? Hoe gaat dat in de praktijk? Wanneer is er voltooid leven? Wie, oh wie, heeft er gelijk? Want het is allemaal zout, allemaal zout. Je mag komen zeggen of het goed is of fout. Of je links bent of rechts, of je denkt het te weten. Strooi het rond in zout. Dan wordt het niet vergeten. Bidoua, bidoua, bidoua. Bidoui, doui, doui. Het Zout is erop. De redactie van dit programma was deze keer in handen van Jules Ieding, Marianne Aartsen, Johan Berendsen en Reinier van der Giessen. Productie Jules Ieding. Jan Ulijn en Theo van Duren waren onze columnisten. De tekst van de Zoutlied is van Johan Berendsen en werd gezongen door Willeke Berendsen, op gitaar begeleid door Leon Hoeks. Muzikale onderbrekingen werden vakkundig verzorgd door Little Lake Tiny. De organisatie deden Paul Peters, Wim van Dorst, Jan van der Doelen, Sjaak Bloks en Willy Bloks. Techniek was in handen van Han Pannenkoek, Hanno Siegers en Roy Merkes. Foto's werden gemaakt door Paul Peters. Deze foto's kunt u zien op onze website www.politiekcafé.nl. Deze website wordt beheerd door Jaap van der Doelen. Zout is een initiatief van Jules Ieding, wordt mede mogelijk gemaakt door de SP, afdeling Os en Cultuurpodium De Groene Engel. Eindredactiepresentatie Stijn Steenbakkers. En we danken Theo van Duren, Spencer Zegers, Pia Dijkstra, Doreen Pessers, Alfred Saks en Roy Kembratje voor hun bijdrage en komst naar Zout.
En graag zien we u weer terug op zondag 14 mei. Dank u wel.